Welkom allemaal. De webinar, de camera nu. Welkom allemaal. Mijn naam is Brandon de Klerk, voor sommigen die mij niet kennen. Ook welkom natuurlijk, diegenen die me wel kennen ook welkom natuurlijk. Weer een tijdje geleden voor mij, dus ik moet even weer wennen natuurlijk om gewoon voor de camera te gaan praten. Ik heb hier twee computers. Ik heb één computer heb ik mijn presentatie staan, even wat fotootjes. En op de andere heb ik, dan moet ik mijn bril op doen. Heb ik een lijstje met waar zeg maar jullie allemaal jullie vragen kunnen stellen. En wat gaan wij vanavond doen? Even voorstellen, mijn naam is Brandon de Klerk, ik ben professioneel fotograaf. Gek op portretten, mijn grote voorliefde voor portretten. En ik ben ook Sony Ambassador Worldwide. En ik ben pro-foto trainer, light shaping, gek op licht. Ja, zoals jullie zien, sommigen hebben wel eens een masterclass. Ik heb een masterclass die ik door heel Europa doe. De Secrets of Light Shaping doe ik ook heel veel bij camera nu. Maar vanavond gaan we over portret en straatfotografie hebben. Want ik ben gek op straatfotografie. En daar haal ik heel veel inspiratie vandaan. Dus ik hoop jullie ook zo gek te krijgen om dat te gaan doen. Dus laat alsjeblieft weten van als jullie ook straatfotografie doen. Hebben jullie vragen? Ik vertel jullie alles. Ik heb geen geheimen voor jullie. Totaal niet. Het enige geheim wat ik voor jullie heb is mijn pincode voor mijn creditcard. Dus sorry, die ga ik niet doorgeven. Ja? Dus ik ga lekker meekijken. We gaan heel rustig door mijn presentatie heen. Maar het allerbelangrijkste vind ik, ik wil interactie met jullie. Ja, ik ben hier voor jullie. Ja, dus ik kan heel makkelijk om fotootjes te gaan praten van, nou oké, dit ben ik. En kijk, hier zo de eerste slide van dit ben ik, Brandon de Klerk Photography. En we gaan naar de volgende foto en we gaan weer naar de volgende foto. Maar interactie vind ik veel belangrijker. Dus, wat gaan we doen? We gaan eerst even beginnen met portretfotografie.
Mijn vader was fotograaf, documentairemaker. Dus ik ben vrij jong, ben ik, begonnen met portretfotografie. Ik ben opgegroeid in een donkere kamer. Mijn vader liep me af en toe eruit. Analoog fotografie. Ik had op 9-jarige leeftijd uit mijn eigen donkere kamer. En zelf foto's ontwikkelen. En daar had ik al, als het ware, ben ik begonnen met straatfotografie. En ik kreeg al heel snel, vond ik het al leuk om mensen te fotograferen. Ik ben echt een mensenmens. Dus daar is het eigenlijk al begonnen. Grafische school gedaan. Altijd getekend. Ben eerst als illustrator ben ik gaan werken. En waar eigenlijk, om eventjes, ik ben ook assistent geweest voor diverse fotografen. Maar waar mijn, liefde voor portretfotografie is begonnen, is in de horeca. Ik heb 10 jaar lang in de horeca gezeten in Amsterdam. Een café gerund. En daar in het nachtleven, daar is de liefde begonnen voor portretfotografie. Daar heb ik echt als het ware de mensen leren kennen. Van alle soorten pluimage. Hè? Van directeuren tot aan prostituees, tot de criminelen, noem maar op allemaal. Dat was in de jaren 90's de tijd van de IT en de Roxy. Dus ik heb een lekker wild leven gehad. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Maar daar heb ik echt geleerd, om met mensen om te gaan. En de liefde voor mensen heb ik daar echt, is voor mij ontwikkeld om in termen te blijven van de fotografie. Ik ga eerst eventjes kijken of er vragen zijn. Ja? In ieder geval, ik zie hier van Willem Blom, Alex is er en Ron de Gruil. Ja, Ron, wij kennen elkaar een hele tijd. Straatfotografie volgens mij ook gedaan, portret. Ik heb ook een keer een prachtig portret van Ron gemaakt. De man heeft hem, 10 jaar lang gebruikt. 10 jaar lang heeft hij dat portret heeft hij gebruikt. Mooier compliment kan je mij niet geven als iemand hem zo lang als profielfoto gebruikt. Dus dank je wel, Ron. In ieder geval Bram van Dal staat. Mijn vraag is hoe je ambassadeur kan worden van een cameramerk. Haha. Nou, komt-ie. Gewoon lekker brutaal zijn. Want daar komt-ie. Ik kan niet zien wat voor werk je maakt. Maar wanneer ben je nou een goede fotograaf? Dat is heel subjectief. Smaak is subjectief. Ja? Ik denk Bram, ik weet niet met welke camera je werkt, welk merk je werkt, maar ga met je portfolio er naartoe en kijk wat jouw kwaliteiten zijn. En benoem die ook heel goed bij het cameramerk. Probeer in contact met ze te komen, ga kijken welke fotografen met het merk werken en probeer het. Gewoon doen. Weet je, nee is ook een antwoord. En ik zeg altijd van, af en toe op je bek gaan maakt niet uit. Maar ik vind het al heel erg goed dat je die vraag stelt. Gewoon contact zoeken, portfolio laten zien en kijken wat jij voor dat merk kan betekenen. Het is niet alleen wat het merk voor jou kan betekenen, maar het belangrijkste is, wat kun jij voor het merk betekenen? Dus ik hoop dat ik het antwoord goed heb beantwoord. Ja? Dus ik ga eventjes kijken voor de anderen. Ja? Garmt, meester van het licht. Dankjewel, Garmt. Ik vind het weer leuk dat je er bent. Dus Ronald van Koten heeft zijn bericht ingetrokken. Nou, ik was nu heel erg... Nou, Ronald, ik ben nu heel erg benieuwd wat voor bericht je als het ware hebt... wat je wou vragen. Henk, nou, groet uit Assen. Nou, Ron zegt, ja, nee, jij bedankt. Groeten, nou, komt hij. Groeten uit Rotterdam. Je maakt super portretfoto's met 1 lamp. Kom ik straks op terug met 1 lamp. Dat klopt. Ik ben gek op light shaping. En als ik het met 1 lamp kan doen, wil ik het ook heel graag met 1 lamp doen. Bram zegt, dankjewel voor het antwoord. Wat is mijn favoriete lens? Een focal lens. Daar kom ik op terug. Ja, daar gaan we straks op terugkomen. Laten we eerst eventjes kijken met de eerste slide. Oké. Okay. Ik hoop dat jullie mee kunnen lezen en hij is in Engels. Voor mij is deze quote heel erg belangrijk. En dat is, en ik ga hem eventjes met u meelezen. One day I will make the world's most perfect portrait. Yeah? Perfect portrait. One that's captured emotion to the fullest. One that is the reason I raise the bar in photography every day. Dat wil niet zeggen dat ik... zeg dat ik de beste fotograaf ben en dat ik het beste portret ga maken. Maar het is wel voor mij een uitdaging om dat te willen gaan maken. Ik hoop dat jullie dat begrijpen en ik hoop dat ik hem ooit nooit ga maken.
Maar voor mij, ik ben zo gek op fotografie, ik ben zo gek op portretfotografie, dat ik, als ik opsta, is dit mijn uitdaging. Dus Bram, ook naar jou toe en ook naar de anderen toe, hè, als je ambassadeur wil zijn, let wel heel erg goed op. Ambassadeurschap betekent 24/7. Ja? Ik vind, als jij een merk achter je hebt staan en je wil ambassadeur zijn, dan moet je ook 24/7 ambassadeur zijn van dat merk. En dat is hetzelfde voor mij als portretfotograaf. Elke dag als ik opsta, wil ik presteren. Ik wil in contact komen met de mensen. Ik wil fotograferen. Dus dat vind ik het belangrijkste is. Wat ik ook heel erg belangrijk vind, en daarom zit ik vanavond ook hier voor jullie, is sharing is caring. Ik wil mijn passie met jullie delen. Ik wil mijn kennis met jullie delen. Ben ik de beste fotograaf? Absoluut niet. Absoluut niet. Er zijn meerdere betere fotografen. Maar ik heb wel een bepaalde stijl. Ik weet heel veel. En zeker ook vanuit lightshapen. En straatfotografie is ook een bepaalde passie. Ook portretfotografie. En dat is wat ik heel graag met jullie wil delen. Dus welkom allemaal. Daarnet wat we waren een beetje aan het oefenen is, deze foto is een zelfportret. Nee, dit is niet een zelfportret. Dit heeft een leerling bij me gemaakt bij een one-on-one masterclass. Die geef ik ook. En dit is gedaan met flits en een langere sluitertijd. Dus creativiteit is ook heel erg belangrijk. Ook in portretfotografie. Als jullie ook wel eens filmpjes van mij zien. En dat kan je ook wel eens zien, ook zeg maar ook bij de Sony site. Laatst heb ik een... Een hele shoot gedaan met een telefoon. En daar doe ik ook straatfotografie mee en ook portretfotografie mee. En daar wil ik je ook mee uitdagen van, het hoeft niet altijd een hele dure camera te zijn. Het hoeft niet altijd de A7, hè, R5 te zijn of iets anders. Hè. Met mijn 85 mm kom ik straks op terug. Straatfotografie, hè, een RX100 camera. Maar het kan soms ook gewoon je telefoon zijn. Voor mij gaat het erom, als ik maar kan portretteren, als ik maar dingen kan vastleggen. Dat vind ik het belangrijkste. En soms kan het ook zijn dat de beweging soms scherp in zit. Vind ik helemaal niet erg, want het kan een toegevoegde waarde zijn. Als het maar, hè, dan zeg ik altijd, het is de kracht van de imperfectie. Dat vind ik heel erg mooi. Hier ben ik juist creatief in geweest, in deze foto. Hè. Ik heb dit uitgelegd. Mijn leerling in deze masterclass vroeg van, ik wil deze foto maken. Hoe kunnen we deze maken? Nou, deze is gemaakt met een langere sluitertijd. Dit is van een derde van een seconde geweest. En ik heb hier ingeflitst. En door middel van het flitsen zijn mijn handen scherp geworden. Ja? Dus, en dat is op het eerste gordijn heb ik geflitst. Dus handen voor mijn ogen. Ja? Flits. En dan weer weggedaan. En door de langere sluitertijd zie je dus ook die bewegingsonscherpte erin. Dus mijn handen zijn nu scherp geworden door de eerste gordijn in te flitsen. Dus flits, scherp, beweging, dat is de onscherpte. Dus creativiteit. Ik had hem dus ook andersom kunnen doen. Ik had ook kunnen flitsen op het tweede gordijn. Nou, dat kan je ook wel eens een keertje opzoeken. Tweede gordijn heeft, als je een balletdanser hebt en je wil zeg maar ook bewegingsonscherpte hebben, nou, die danst. Die springt omhoog en die wil op de hoogste moment wil je scherpte hebben. Dan flits je in, is hij scherp. Dus als je mijn ogen scherp had willen hebben, dat ik mijn ogen open had gehad, had je het op het tweede gordijn ingeflitst. Een derde van een seconde. Dus indrukken, onscherpte. En dan was hij zo gegaan, flits. Had hij mijn handen bevroren, was hij hier scherp geweest, waren mijn ogen ook scherp geweest. Ik ga even wat water in schenken. Oké. En dan ga ik even naar de vragen. Lezen. Zo. Dus wees creatief. Ook heel erg belangrijk met portretfotografie is gezondheid. Is natuurlijk communicatie. Ja? Wees heel duidelijk wat je wil. Ik ben lekker aan het kliederen, maar dat maakt niet uit. Het lijkt net of we bij me thuis zijn. Ja? Dus de interactie is ook heel erg belangrijk. En ik weet voor sommige mensen dat het best wel
een bepaalde dilemma is om even over die streep heen te gaan. Ja, ik bedoel, dit is ook iets geks om tegen jullie te praten tegen een camera. Dus de eerste keer dat ik dat deed was ook heel erg raar. Van, ik moet tegen een camera praten, ik zie jullie niet. Dus ik loop een beetje hier in het luchtledige te lullen. Maar ik probeer wel connectie met jullie te voelen. Nou, dat is hetzelfde met een model. Ik probeer heel dichtbij jullie te komen. Als ik jullie portretteer, stel dat jullie fotografeer, probeer ik heel dichtbij te zijn. Ik probeer ook wel interactie te hebben. Ik probeer in jullie ogen te kijken wat er gebeurt. Ik probeer de boel af te scannen. Dus dat zijn wel tips waar we straks even op terugkomen. Stel alsjeblieft vragen aan me, ja? Dat wil ik ook doen. Dat doe ik ook als ik iemand portretteer. Vragen stellen, geïnteresseerd zijn in degene die ik portretteer. En dan pas foto's maken. Dus niet zomaar neerzetten en maar gaan fotograferen. Oké. Favoriete lens, kom ik op terug. Ik zie hier Jurgen Jansen, net gestart als hobbyfotograaf. Wat zie jij als straatfotografie? Jurgen... Straatfotografie is eigenlijk iets heel breeds. Dat is gewoon naar buiten gaan. Straatfotografie kan zijn architectuur. Landschapfotografie, ja, is meer zeg maar straatfotografie. Landschapfotografie, meer landschapfotograaf. Maar straatfotografie is zeg maar... je gaat de stad in en je kan zeg maar... alleen maar mensen die op een fiets rijden fotograferen. Of het stadsleven, rommel op de straat fotograferen. In de stad alleen maar de grachten fotograferen. Voor mij is straatfotografie mensen fotograferen. Ik kom er straks op terug, Jurgen. Dus dan kan je ook echt de beelden zien. Ik geef mijzelf steeds een bepaalde opdracht. Straatfotografie kan ook zijn dat jij naar mensen toe gaat en vraagt van, mag ik jou portretteren? En je fotografeert ze, hè, dus portretfotografie op straat is ook straatfotografie. Ik doe straatfotografie en ik vraag nooit toestemming aan de mensen als ik ze fotografeer. Dus weer een hele andere vorm van straatfotografie. Dus je kan het ook even opzoeken op het internet. Dus je hebt best wel gevarieerd. Hè? Maar het is echt puur naar buiten toe gaan. Weer of geen weer. Lekker naar buiten gaan. Fotograferen. Ik krijg er heel veel inspiratie van. Ja? Oké. Melvin, ook weer goed je te zien. Heel erg mooi. Nou, Jan zie ik ook weer. Groetjes uit Deventer. Even kijken. Nog steeds een goede fles champagne als je Barry heen op moet. Nou, helemaal goed, ja. Dat is ook heel erg belangrijk. Daar kom ik straks op terug. Ik ga eventjes kijken. Ik weet niet of ik moet refreshen. Ga ik eventjes vragen. Want ik zie niet nieuwe vragen binnenkomen. Dus ik ga eventjes door scrollen. Oké. Nee, ik krijg weer een nieuw antwoord, dus ik zie het. Geen dank, Jurgen. Ook aan andere mensen, schroom niet om te vragen. Nou, laat ik dan eventjes, als ik nu toch tijd heb, wat is mijn favoriete portretlens? Mijn favoriete... Het werd hier gevraagd. Even kijken, portretlens. Even kijken, wie vroeg het ook alweer? Wat is je focal lens? Mr. Mermaid Man. Wat is je favoriete focal lengte? Nou, dat is de 85 mm. Dat zie je ook bij deze. Hè? Een vrij close-up. En voor mij de 85 mm 1.4. Ga je naar 50, dan moet je heel goed opletten wat je al in ieder geval afkapt. Dus die 85 mm wat je hier zit, kan je lekker vrij dichtbij komen. En die kan je echt in je ogen kan je kijken. Ik heb hier bij dit model heb ik ook een sjaal erom gedaan. Ik heb zeg maar kader in kader gebruikt. Dat je nog meer naar haar ogen toe wordt getrokken. Wat je hier ook ziet, sproetjes. Ik ben gek op oneffenheden. Ook weer de imperfectie. Ja. Huiden helemaal glad trekken. Ja, ik schiet wel eens voor L'Oréal. En zeg maar voor de bladen moet je heel vaak die huiden oppoetsen. Maar als ik zeg maar een portret schiet, dan vind ik het gewoon fijn om de rauwheid te zien. Dat je echt wel ziet wat er gebeurt zeg maar, op de huid. Dat vind ik erg belangrijk. Het liefste
Photoshop ik helemaal niet. Maar ik begrijp natuurlijk wel als er bepaalde plekjes op zitten, of puistjes op zitten, of andere dingen erop zitten, dat je het weg moet poetsen. Maar wel zo natuurgetrouw. Littekens weghalen zal ik nooit van mijn leven doen. Ik vind dat een belediging naar degene die ik fotografeer. Ja? Dus een 85 mm, 70 kan je ook. Er zijn ook mensen, Mr. Mermaid, die voor een 135 kiezen. Ja? Die vinden dat fijn. Ik kies daar niet voor. 85 is voor mij mijn favoriete lens. Ik vind het fijn ook op 1.4 te schieten. Nou, die laat ik je ook zo zien. Dus vol open. En daar is het ook heel erg belangrijk dat je ook een flitssysteem hebt die ook zeg maar heel laag kan inflitsen. Nou, ik werk dan met Profoto. En andere merken kunnen dat ook. Maar Profoto, die kan dus ook heel laag inflitsen. Die kan op 1 watt, 2 watt of een halve wattseconde kan die inflitsen. Dus ik zeg altijd, power kan je altijd kopen. Maar flitsers die heel laag inflitsen, die kunnen dat niet altijd. Voor mij is het heel belangrijk, how low can I go? Dat ik gewoon met mijn lenzen die ik gebruik op een 1.2, een 50 mm of een 85 1.4... dat ik ook heel zachtjes in kan flitsen. Want ik ben gek op light shapen. Dat ik dat wel die feeling erin blijf houden. Dat zie je hier dus ook. Als ik naar een van mijn favoriete modellen ga. Naar Telita. Dat is deze. Die heb ik op 1.4 geschoten. En dan is het dus ook heel belangrijk. Hier zie je dus ook geen make-up hebben we hier gebruikt. Hè? Je ziet hier ook gewoon die huid. Je ziet hier die sproetjes. Ik vind het super gaaf. En ik ben hier ook zeg maar met het licht. Ik heb hier een beauty dish gebruikt. Het licht van voren. Hè? Als je dus zeg maar de beauty dish. Beauty dish zo van boven. Ik hoop dat jullie allemaal weten wat een beauty dish is. Dat kan je ook bijna in de ogen zien. Lekker schuin van boven. 45 graden. That's it. Gewoon één lampje. Het werd net ook in de comments werd het gezet door Garmt. Die zegt ook, de man met één lampje die dat kan. Als ik het met één lampje kan doen, waarom ook niet? En dan heb ik dus ook gewoon tijd om met een model bezig te zijn. Je ziet het hier ook, de hele omgeving is pik en pik zwart. Ik vind het ook heel fijn om in mijn portretten bepaalde grenzen op te zoeken. Zeg maar, bijna abstraheren. Ja? Ik vind dat heel erg fijn. Andere mensen zeggen dat kan niet. Soms zie je bij mij dat ik soms vingers afkap of wat dan ook. Dat is mijn stijl. Sommige mensen zeggen ook hier ook, hè, je hebt gewoon in het voorhoofd gesneden. Dat kan niet. Nou, ik vind het wel kunnen. En als andere mensen zeggen van ik vind dat niet kunnen, prima. Dat mag je tegen me zeggen. Jullie hoeven mijn foto's niet allemaal mooi te vinden. Hè? Smaak is subjectief. Ik heb een bepaalde stijl en daar hou ik mij gewoon aan. Jullie hebben een bepaalde stijl. Houd er ook alsjeblieft aan. Zo kan je jezelf onderscheiden. Dus, ik ga eventjes weer kijken of er een bepaalde vraag binnengekomen is. Ja, even kijken. De 85 is echt geweldig. Oké. 85, is dat met full frame? Wat zou je kiezen voor een cropcamera? Heel goed, Cynthia. Nou, als je dan zeg maar anderhalf. Stel dat jij een Olympus hebt, zeg maar een Micro Four Thirds, dan is de crop factor 2. Nou, dan is een 85, dan zou ik voor een 40 mm gaan. Of een 45 mm is dan weer 90. 90 is heel erg mooi. Ga je maar anderhalf en je pakt zeg maar een 50 mm. Een 50 mm lens wordt dan anderhalf, dus 75. Kan je met de 50 mm, dus dan weer 85. Of je pakt hem weer hoger, snap je? Of een 60. Dus 60 wordt dan weer, geloof ik, een 90 of wat dan ook. Dus daar moet je even mee kijken. Dan moet je hem gewoon vermenigvuldigen met APS-C of een Micro Four Thirds. Cynthia, moet je eventjes mee kijken. Ja? Maar ga niet lager dan, zeg maar, als je die vermenigvuldiging hebt gehad met het cijfer van je lens. Een headshot of een close-up maken dat je met een 50 mm maakt. Want dan krijg je een vertekening. Gaat het gezicht, gaat dus wijder of breder worden of een gekke neus. Die neus wordt langer. Dus let daar heel goed op, Cynthia. Oké? Hoeft er niet altijd een lichtje in de ogen? C. Koopman. Aha, kijk eens aan. Dat klopt. Mevrouw Koopman uit Friesland.
Tuurlijk, een catchlight. Dan hebben we het over een catchlight. Moet er niet altijd een lichtje in de ogen? Dat is een keus. Mijn vader zei altijd, als er een catchlight in de ogen zit, dan leeft de persoon. Oké? Het heeft iets natuurlijks, maar het kan ook iets kapot maken. Dus als jij gaat flitsen en je hebt een bepaalde light shaper, ja, en een light shaper is een lichtvormer, ja, en die is niet rond, die is vierkant, of je gaat twee stripboxen ga je gebruiken, twee striplights, dus stel dat dit twee stripslights zijn, ja, ja, dit zijn twee softboxen zo, dan krijg je twee streepjes in je ogen. Ja, die is onnatuurlijk. Ik heb opdrachtgevers en die zeggen tegen mij, als je twee streepjes in de ogen ziet, of je ziet een vierkante softbox, dan keur ik de foto af. Want dat is niet natuurlijk. Dus dan is het heel erg belangrijk dat je een goede light shaper gebruikt. Dat die natuurlijk is, dat het een ronde light shaper wordt. Ja? Dus een ronde softbox. Ja? Dat je een ronde catchlight in de ogen krijgt. Een rond puntje in de ogen krijgt. Dus heel belangrijk. Ja? Goede vraag, mevrouw Koopman. Ja? Rob Capon, hoi Brandon. Ik ga maandag met een grote groep fotografen en modellen fotograferen in de World of Colors and Lights in Eindhoven. Heb jij nog tips om met name de gezichten goed belicht te krijgen? Een groep fotografen, modellen foto. Ja, poeh, jeetje mina. Ja, hangt van de situatie af. Hè? Werk je met daglicht? Is het alleen in de studio? Antwoord daar eventjes op. Ik wil graag van je weten, Rob, is het in de studio? Is het buiten? Ga je een combinatie doen? Eén van de twee. En met hoeveel lichtbronnen ga je werken? Kom ik dus op terug, Rob. Ik zit hier tot 10 uur, dus ik wil heel graag antwoord aan je geven. Ja? Oh, wacht even, je staat er al op onder. De modellen staan daar compleet in het licht van de projecties en andere lichtkunstwerken. Poeh. Kijk, daar gaan we al. Er zijn meerdere lichtbronnen, dus dan wordt de flitslamp, ik weet niet of je met flitslampen extra gaat werken. Het belangrijkste is, kijk of het hardlicht of zachtlicht is. Kijk of je een raam kan gebruiken als een soort softbox. Observeren is het allerbelangrijkste wat er is. Kijk wat er gebeurt. Ja? Het eerste wat ik doe als ik ergens binnenkom is observeren welke lamp ga ik wel gebruiken en welke lampen ga ik niet gebruiken. Oké? Kijk in de gezichten wat het doet. Kijk waar de schaduwen vallen, Rob. En iedereen kijk eventjes. Neem de tijd om voordat je de foto gaat maken. Het is heel vaak zo dat er een bepaalde tijdstruk is en dat we meteen gaan fotograferen. Ja? Nee. Die foto komt wel. Ja? Ga nou maar eerst eventjes kijken. Ik werk altijd met een lichtmeter. Ook in de studio. En waarom gebruik ik die lichtmeter? Ik heb ADHD. Meten is weten. Ja? Heel rustig. Tijd nemen. Kijken. Sluitertijd. Diafragma. ISO. Eerste omgeving checken. Of er nou continu licht bij is. Of er nou ramen bij is. Of er nou flitslicht bij is. Dan het licht meten. Oké? Okay? Ook weten wat het aantal stops zijn. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja? Dus let daar heel erg goed op. Oké? Okay? Een ander iets is, als je geïnteresseerd bent, je hebt een lichtmeter in je camera. Kijk of hij onderbelicht is of overbelicht. Dus zelfs met flitslicht is het ook heel erg belangrijk. Hè? Weet het aantal stops. Ja, als je bij mij een masterclass doet, dan weet je op een gegeven moment dat ik vraag van... Je bent ook live op TikTok. Ik ben ook live op TikTok, oké. Ik ben nu ook live op TikTok. En moet ik daaronder de vragen gaan lezen? Nee, toch? Ik ga gewoon lekker door. Ik ben nu ook live op TikTok. Dat werd eventjes van de regie, wordt er nu ook even gezegd, ben live op TikTok. Maar in ieder geval is, het zou mooi zijn als je ook weet van wat licht doet en het aantal stops doen. Ja? Dus ga die leren 1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6. Ga door. Dus om even terug te komen erop, check het licht heel goed en neem anders mee. Een stapje naar voren, een stapje naar achteren voordat je ze gaat fotograferen. En als je extra licht mee hebt, lekkere grote light shaper gebruiken. Softbox of wat dan, lekker zacht licht gebruiken en dan inflitsen. Ja, oké. Zelfde hier, ook weer, een headshot, hè, gebruikt. Zelfde beauty dish, ook hier weer gebruikt.
gaan we hier bijna dezelfde situatie, hè, Douwe Bob, snap je? Het is een bepaald handelsmerk van mij is dit geworden, snap je? Die headshots, zachtlicht, grote paraplu, interactie. Dit is een grote paraplu, dit is als het ware, zeg maar, een grote XL-umbrella waar ik in sta. En daar sta ik dan gewoon in. Dus, snap je, kan ik lekker, heb ik interactie met het model. Ik had hier interactie met Douwe Bob. Hè, zacht licht creëren. En gewoon ook opzoeken, gewoon kijken wat er in die ogen gebeurt. Yes? Kijken. Dankjewel, Garm. Goede tip. Volg een workshop bij me. Nou ja, kan nooit kwaad. Oh, ja? Oké. Okay. Goedenavond, Brandon. Als je portret schiet, gebruik je dan altijd de eye autofocus. Ik heb zelf de A7R4. Groet. Oké. Okay. Ja, ik ben gek op die eye autofocus. En die heb je ook op andere camera's. Oké? Okay? En die eye autofocus, toen die eenmaal kwam... ken je deze nog vroeger? Die, scherpstellen, klik. Scherpstellen, klik. Dat je die had. En dan had je last. En zeker met een portretlens op 1.4 of op 2.0... had je last dat je die pupil niet scherp had. Ja? En had je last van frontfocus of backfocus. Hè? En dan moest je lenzen moest je gaan kalibreren. En dan had je altijd een probleem. Nu met die eye autofocus, die is zo fijn. Ja? Want met die Sony heb ik dat ook. Kan je op een gegeven moment kan je die eye autofocus, kan ik zeggen, links, rechts. Kan ik hem hebben, je kan hem automatisch zetten. Je hebt zeg, de eye autofocus op honden, op vliegtuigen. Alles kan je gewoon invoeren op vogels. Je kan het maar zo gek niet noemen. Heb je een eye autofocus. Die druk je in. En je kan gewoon. De persoon, het model kan gewoon bewegen. Kan rondjes draaien, et cetera. Ik vind het een goede oplossing. Absoluut. Helemaal top. En zeker als ik met lenzen gebruik. Met volle opening. Hè, mijn focus helemaal open. Volle diafragma helemaal open. 1.2, 1.4. Helemaal geweldig. Yes? Even kijken. Tony, wat vind je als alternatief van de 1.4? Een 85, 1.8? Absoluut. Perfect. Jan Heidsma, een goede vriend van mij, en daar geef ik ook masterclass bij, Digidiaal. En Digidiaal die geeft ook masterclasses samen met Camera Nu. Check dat eventjes. Die heeft de 1.8. En dat is een minimaal verschil. En die keus kan je gewoon maken, snap je? Dus die 1.8 lens is ook prachtig. Absoluut. Dus, weet je, er zijn minimale verschillen, weet je. Ik zeg altijd, ik ben een mierenneuker. Ik vind het eventjes fijn om kleine verschilletjes te zien. Maar die 1.8 is prachtig. En ik schiet niet alles op 1.4 of op 1.2. Ik schiet ook wel lens. Kijk, als je naar deze kijkt, die heb ik op 2.0 geschoten. Ja, met mijn op 2.8 heb ik deze geschoten. Met mijn 2470, 2.8 Mark II, hè? Die GM-lens op die Mark II heb ik geschoten. Dus zit wel bijna diezelfde sfeer met Talita, maar snap je, het kan gewoon, snap je? Dus die 1.8 is perfect. Patrick, eventjes een goede vriend gedag zeggen. Hi Patrick, leuk dat je er bent. Ja? Heb je tips voor de eerste aanschaf van een lamp? Investeer gewoon in kijk eventjes bij Camera Nu. Bel ze eventjes op. Ik kan niet in je portemonnee kijken. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Ik ben trainer van Profoto. Bel Camera Nu op. Zij kunnen je goed advies geven. Zij weten precies met jouw budget welke lamp. Maar wat ik heel belangrijk vind, ga voor een mooie paraplu met backpanel. Een diepe paraplu met backpanel. Het maakt mij niet uit van Profoto of van ander merk. Een deep translucent umbrella met backpanels. Zij weten bij Camera Nu welke ik bedoel. Ga daar alsjeblieft voor. Wat ik heel erg belangrijk vind als je portretten schiet. Kijk eens, dit is ook zo mooi. Dat is, zie je, dit soort dingetjes. Hier om mee te beginnen. Gewoon klaar. Octaboxje, hiermee te beginnen, portretje of een diepe paraplu. Yes? Begin daarmee. Gewoon één lamp en kom een keer een masterclass bij me doen. Absoluut. Oké. Okay. Iets anders. Oké, okay. Al het licht komt van de beamers en projectoren. Oh, dat is het. Aha. Ja, dat wordt een moeilijkheidsding, zeg.
Ik zeg, dan moet je heel creatief zijn. Dan gaan we even naar Rob toe. Hij zegt van, wat kan ik doen? Ga dat licht gebruiken, wees creatief. Ik weet niet wat ze beamen. En wat voor platen ze beamen, Rob. Of dat er wat er figuren in zitten of wat dan ook. Maar een beamer gaat hard licht creëren. Ja, harde schaduwen, dus let heel, heel goed op. Oké? Iets anders. Want de tijd vliegt natuurlijk heel snel voorbij. We zijn alweer een half uur verder. Dan gaan we even kijken naar deze. Wacht, die slaan we even over. Ik ga jullie wat tips geven. We gaan even wat heel klein beetje even technisch zijn, oké? Want als je een portret hebt, dan kan je hem van meerdere kanten belichten. Ik wil even dit heel snel eventjes. Normaal gesproken doe ik dit in een masterclass, maar ik geef jullie eventjes een paar tipjes ook voor jullie. Ik vind dat ik dat eventjes met jullie kan doen. Let op. Belichting. Ik pak hier even een lampje. Kijk. Dat is een klein flitsertje. Kun je eigenlijk mee flitsen ook. Dus een C1. Kan je gewoon mee flitsen. Zie je? Ja. Nou, ik heb hier geen model. Maar laten we deze fles eventjes pakken. Ja. Nou. Kijk, als je dat hier ziet. Ja, ik hoop het. Ja. Ik ga even ruimte maken. Jullie zien in de presentatie broad lightning. De brede kant. Stel dat dit een kopje is. Dit is het hoofdje. Ja. En jullie zijn de fotograaf. Oké. Nou. Dan is dit de kant. Dus de lange kant. De brede kant. En die is de korte kant. Stel dat het hoofd is. Zo. Ja. Zo. Dan is dit de lange kant. Dan is dit de korte kant. Dit is het lichaampje. Zo. Oké. Nou. Dan heb je hem zo belicht. Kijk. Nou. Ik weet zeker dat jullie... Als jullie je Instagram of Facebook pakken en je gaat een foto bekijken, dan hebben jullie deze belichting heel vaak gemaakt. Ik maak hem ook, maar het is een hele standaard belichting. Okay? Die is ook vrij veilig, is die. Okay? Dat je de belichting zo hebt. Hier is de fotograaf. Ja. Cola blikje is de fotograaf. Ja. Zo, fotograaf. Hier is de belichting. Ja. Dus degene die net aan mij vroeg van... Hoe zit het nou met die belichting? Hè? Mijn eerste lampje, welke lampje allemaal? Zo is de eerste opstelling. Fotograaf flitst. Zo. Oh. Oh. Hop, hop. Lange kant. Oké. Okay. Dan krijg je dit soort foto's. Ja. Dus aan die lange kant. Nou. Vraag jezelf af. Wanneer maak je die? Heb je erover nagedacht? Hebben jullie erover nagedacht... Wanneer je deze keer hem zo hebt gefotografeerd. Dat je er echt over na hebt gedacht. Ik ga hem aan de lange kant fotograferen. Ik wil graag antwoord. Heb je er wel eens een keer over nagedacht? Of heb je die gewoon zo'n keertje gemaakt? Even kijken. Oké. Even kijken. Even kijken. Dan wil ik graag even kijken of jullie daar antwoord op geven. Er zit een kleine vertraging in. Dus... Oké. Moet ik even wachten. Dan heb je dus... Dus die lange kant. Oké. Dat is dus broad. Zie je? Hier zit hij erbij. Dan zie je dus die opstelling hoe die zit. De lange kantverlichting. Nou, ik heb dus de foto's, want die heb je ook net ook gezien. Met een beauty dish van voren is eigenlijk ook een lange kant. Gewoon van voren toe, oké? Dan gaan we naar die andere toe. Dat is de korte kant. Ja? Fotograaf. Lampopstelling, hier. Ja? Die, zo. Dat is kort. Oké? Yes? Oké, Rand van Kooten, wel eens gemaakt. Henk Meijers, heb ook gemaakt. Helemaal goed. Korte kant. Kijk, het verschil nu van die korte kant is, als je er nu naar kijkt, hier dus de korte kant, dat er veel meer spanning in zit. En kijk, dat is het mooie met portretfotografie, dat die korte kant, daar ga je een verhaal vertellen. En dat vind ik heel interessant, ja? Echt veel interessanter worden, ja? Kijk, dit is de korte kant. Kijk eens wat hier gebeurt. Zie je korte kant?
Er gaat veel meer diepte gaan je inwerken. Oké? Okay? En het maakt niet uit. Dat kan dus. Met welke light shape er ook. Kan hard licht zijn, kan zacht licht zijn. Maakt niet uit. Kijk het verschil al met zwart-wit. Zie je wat er gebeurt? Nou. Je creëert iets. Je creëert ook meer schaduw. Hè? Aan de brede kant. Die merk je dus ook hier. Zie je dat? Ook aan de korte kant. Nou. Even kijken. Kijk, we hebben hier, Ron zegt, ik geef een voorkeur aan de korte kantbelichting, omdat je dan geen glimmers et cetera in de brillen hebt en dat soort dingen. Kijk, dat klopt. Want brillen, kijk wat er gebeurt. Ja, als ik hem deze kant doe, kijk eens wat er alweer gebeurt. De glimmertjes en dat soort dingen, die krijg je heel snel als je hem aan de lange, aan de brede kant hebt, hè, aan de lange kant krijgt. Dat krijg je al. Dus je hebt al bepaalde voordelen, maar er zitten ook soms nadelen aan. En zeker als je een vrouw fotografeert, je gaat heel veel zien. Vrouwen vinden het vaak niet fijn om heel aan een korte kant gefotografeerd te worden, want er zit heel veel diepte en je laat ook best wel soms rimpels zien, et cetera. Een vrouw vindt het helemaal geweldig, juist om met een beauty disc gefotografeerd te worden. Wat we net zagen bij Talita. Beauty disc haalt alle oneffenheden weg. Oké, okay. Als ik een shoot doe voor L'Oréal, nou echt niet aan de korte kant, ja tenzij het mooie model is, maar make-up en dat soort dingen, front van voren, mooie zachte belichting, soft light, ja, beauty dish, make-up mooi, klaar, oké? Okay? Oké. Okay. En die korte kant, kijk, je kan hem heel erg kort doen, maar je kan hem ook gaan draaien en dan wordt hij... Maar een heel klein beetje kort. Kijk maar. Dat is zoals deze hier ook. Kijk, deze. Die is heel erg spannend. Snap je? Bijna een filmposter. Dat is bijna. Je ziet al bijna. Dat hij bijna wegvalt op de korte kant. Dus het is aan jullie om te bepalen hoe kort hij is. En soms neemt het ook niet weg om er weer een lampje bij te zetten. Dus dan zeg je maar. Heb je hem hier zeg maar belicht aan de korte kant. En dan kan je hier een reflectieschermpje neerzetten. Om het toch nog een klein beetje deze kant op te lichten of een heel klein lampje hier neer te zetten. Want anders wordt hij wel heel erg donker. Oké? Even kijken. Marius vraagt, is dat ook een Rembrandt-verlichting via de korte kant? Het hoeft niet, maar als je die korte kant doet, Marius, dan komt hij er wel makkelijk in die korte kant. Snap je? Maar hij kan ook... Als je hem zeg maar aan de lange kant doet, hier zo, kan die dus hier komen, de Rembrandt. Dus hij kan aan twee kanten kan hij komen. Ja? Het mooie is, als je hem aan de korte kant doet en hij komt aan de lange kant, zeg maar aan de brede kant, is hij meer zichtbaarder. Snap je? Zeker als diegene zo staat. Dus het heeft ook zijn voordelen als je een Rembrandt lichtje wil maken, Marius. En je belicht hem aan de korte kant, dat hij duidelijker zichtbaar is. Omdat je aan de lange kant zit, naar de camera toe, is hij meer zichtbaar. Dus ook dat is weer een keuze. Mooie vraag. Oké? Okay? Heel erg goed. Patrick zegt, het blijft altijd lastig in de praktijk. Ja, weet je wat het is, Patrick? Men zegt wel eens van, even een foto maken, maar dat bestaat niet. Weet je, even een foto maken bestaat niet. We zitten hier al een tijdje te kletsen. Ik heb mijn opleiding gedaan. Jullie hebben opleiding gedaan. Jullie hebben geïnvesteerd in camera's, lenzen. Misschien opleiding en dat soort dingen. Dus even een fotootje maken. Misschien even met je telefoon even snel zo doen. Dat is even een fotootje maken. Maar als iemand aan jullie vraagt, even een foto maken, zeg je van, nee, we hebben ervoor geleerd. Wij maken een foto. Dat is totaal wat anders. Hier zie je het verschil tussen de twee. Lange kant. Broad light en short light. Oké? Okay? Kom maar op met jullie vragen. Ik ben er klaar voor. We gaan straks straatfotografie doen, hè? Ben jullie echt niet vergeten. Oké? Okay? Dit is eerst even portret. Oké. Okay. Kijk, hier is het verschil. Model met Ron, Ron de Vos. Ook model die ik vaak meeneem in een masterclass. Vaak in Rotterdam. Mijn mannelijk model in Rotterdam. Dus let eventjes op. Als ik weer een masterclass heb met camera nu, dan neem ik deze mee.
Hier heb ik hem aan de lange kant gefotografeerd. Kijk het verschil eventjes met lang en kort. Hier is hij een koning. Hier is hij gewoon rond. Ja? Maar hier zie je meteen wat gebeuren. Nou, waar komt het terug in voor? Vanavond zou je tv kijken en dan zie je heel vaak dat het belicht in Hollywood blockbuster movies heel vaak aan de korte kant zijn belicht. Oké? Ik ga eventjes kijken of ik hier wat zie. Pure Raw Angel, Joshua, maar ik zie helemaal geen vragen. Oké, maar ik vind het wel erg leuk. Oké. Oké. Kijk, ik geef korte kant, glimmers. Oh, aanschaf van een lamp, alternatief. Ik heb al deze vragen heb ik al beantwoord. Even kijken, moet lichtje in je ogen. Yes. Oké, ja. Keep on going. Ja. Oké, nou, dan gaan we gewoon verder. Als ik een portret maak, ga even het lichtje uitdoen. De voorbereiding is ook heel erg belangrijk van de foto. Zeker als je iemand uitnodigt in de studio, is van dat je niet zomaar een portret gaat maken, snap je? Het is voorbereiding, inspiratie. Ik zie het net hier voorbij komen van hè, wie of wat zijn jouw inspiratiebronnen? Jeetje Mina, ja, het zijn meerdere fotografen. Ik heb meerdere fotografen die ik goed vind, hoor. Het zijn vaak, hoe heet het, Lindberg, Pieter Lindberg vind ik heel erg goed. Ik vind Anto Corbijn vind ik te gek. Ja, er komen wel, weet je, het zijn oude fotografen. Ik heb niet echt dat ik zeg van die, ik ben, hoe heet het, Steven van Vleteren vind ik geweldig. Ja, soms, weet je, heb ik ook wat oudere fotografen die ik hou van rauwe fotografen. Dus, maar Steven van Vleteren, ik ben gek op van Steven van Vleteren, vind ik echt top. Anton Krombij vind ik gaaf. Erwin Olaf kon ik erg van genieten, was meer een kunstfotograaf. Maar zo'n oudere werk van Erwin Olaf vind ik te gek. Zeker uit de jaren 90 en begin 2000. Ik heb, wat ik ook heel mooi werk vind, is van Patricia Steur. En zeker de series die zij heeft gemaakt in Nieuw-Zeeland vind ik echt helemaal te gek. Govert de Roos heb ik altijd, een Nederlandse fotograaf. Die vond ik altijd gek. Straks, als je straks, hoe heet dat, met straatfotografie. We hebben Chris de Pauw, is ook een Sony ambassador. Moet je eventjes opschrijven als je kijkt naar een straatfotograaf. Chris de Pauw vind ik echt helemaal te gek. Dat is een straatfotograaf. Dus dat zijn mijn inspiratiebronnen. Ik kijk ook heel veel documentaires, kijk ik. Dus dat vind ik te gek. Maar eventjes terug te komen, als je kijkt naar deze foto's, ik hou van rauwheid. En wat ik belangrijk vind is, ik maak niet zomaar meteen de foto. Ik ga eerst in gesprek. Ik ben echt, zeg maar, en ik ga in de emotie. En dat is echt een diepgang. Hè? Hoe voelt degene zich? Ik zeg altijd, ik gebruik de LSD-methode. En LSD-methode is niet drugs, oké? De LSD-methode is luisteren, samenvatten en doorvragen. En dan fotograferen. Maar vooral luisteren. Luisteren hoe diegene zich voelt. Ja? Dat is heel erg belangrijk. En daarop anticiperen en dan doorvragen. En dan diegene zijn emotie, maar die kan je ook sturen op een gegeven moment. Ja? Dus, maar het is heel erg belangrijk. Kijk, artiesten voor een bladfotografeer is allemaal heel leuk, maar het is voor mij niet het allerbelangrijkste. Snap je? Want er zit een verschil tussen Danny Vera, als je deze foto ziet. Geweldig om te fotograferen, kijk maar naar zijn ogen. Ja, maar daar ben ik op zoek naar om die twinkel in zijn ogen te krijgen. Dat is ook een gevecht, snap je?
Maar die is al zo vaak gefotografeerd. En Douwe Bob is zo vaak gefotografeerd. Marco Bezzato heb ik helemaal gefotografeerd. Noem maar op. Alle artiesten heb ik voor mijn camera gehad. Voor alle bladeren, noem maar op. Maar ik vind... Dit soort personen... Steven, helaas leeft hij niet meer. Om met deze man, die had echt een levensverhaal, snap je? Ik heb hier hele mooie gesprekken mee gehad. En die heb ik vastgelegd, snap je? Hier raakte ik echt, hier zaten we op hetzelfde niveau met z'n tweeën. En ook met het licht is zo bepalend voor deze foto's. Het is één lampje, één paraplu. Een diepe paraplu die het licht om hem heen zette. Ik heb hem in het licht gezet. Het licht heeft hem omarmd, zie je dat? Die vignettering heb ik een klein beetje aangezet. Die heb ik niet in Photoshop aangezet, maar het licht slaat om hem heen. Het is één lens, ook weer een 85 mm. Ik heb een klein beetje blurriness onderin gezet om die onscherpte, om een beetje onscherpte erin te zetten. Maar kijk in zijn ogen, snap je? Daar draait het om. Met portret. En soms kan er onscherpte in zitten of wat dan ook. Maar het is een verhaal vertellen in het portret, snap je? En dit is dat samenspel met mij. Ik moet niet boven diegene staan, die ik portretteer. Ik moet op hetzelfde level staan. Dat is zo belangrijk. Dat wil ik jullie meegeven. Oké? Brandon van Verp vraagt op TikTok. Oké. Een EOS voor €200, een goede dealcamera. Brandon Verp vraagt op TikTok een EOS 7200 voor 7. Ja, absoluut. Ja hoor, zeker weten. Een 70-200 is prachtig. Ja. 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 Ik zeg doen. Ja. Absoluut. Kijk, en als je dan ook nog op een gegeven moment een 24-70 hebt. En dan ook nog een 70-200, dan heb je alles. Helemaal goed. Marius vraagt mij, wat is je voorkeur, kleur of zwart-wit? Nou, wat denken jullie jongens, als je dit kijkt? Ik zeg het gewoon Marius, zwart-wit. Ik ben opgegroeid, donkere kamer, zwart-wit. Tuurlijk schiet ik kleur voor mijn opdrachtgevers. Volg me alsjeblieft op Instagram, Brandon de Klerk. En jullie weten hoe je mijn naam schrijft nu, dat hebben jullie gezien. Volg me alsjeblieft. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie me altijd een berichtje sturen. Ik probeer altijd terug te antwoorden, wat dan ook. Ik geef altijd tips en tricks in de foto's, met welke lightshaper is gedaan, met welke camera het is gedaan. Dus volg me alsjeblieft. Ja? Ik ben gek op zwart-wit. En dat is geen uitvlucht. Hè? Sommige mensen zeggen, ja, het is makkelijker zwart-wit. Ik vind zwart-wit juist niet makkelijker, oké? Want je bent in de gradaties ben je bezig, in je grijswaren, in je zwartwaren. Dus... Maar even terug te komen van die interactie is het belangrijkste. Voorbereiding is het belangrijkste. Met welk diafragma ga ik werken? Welke sluitertijd ga ik werken? Met welke lamp ga ik werken? Welke lightshaper ga ik werken? Ja? Al met al, daarom met een lichtmeter. Als je dat allemaal eerst even gaat meten en je gaat dan de foto maken. Of de eerste foto, de testfoto en het licht is goed. Dan heb je alle tijd om dat portret te gaan, snap je? En dan kan je, dan valt alles weg. Weet je, dan is het niet meer belangrijk met welk merk je uiteindelijk schiet als fotograaf, op welke camera, welke lens. Dan is het belangrijk met wie je voor de lens hebt. Snap je? Dan is het die aanzet. Dat is echt portretfotografie. Ja, dan maakt tijd niet meer uit. Dan ben je echt aan het fotograferen. Kijk, Danny Vera, snap je? Dat heb ik toen voor Veronica heb ik toen geschoten. Op zoek gaan naar die ogen. Even het laatste stukje hoe ze ogen staan. Niet zomaar klikken, klikken, klikken. Wel die eye autofocus gebruikt. Ook weer mijn 85 mm. Deze heb ik met de Sony A7 IV volgens mij toegeschoten. Ja? Natuurlijk vind ik het fijn om een goede camera in mijn hand te hebben. Ja? Dat is absoluut goed. Oké. Hij vraagt ook waarom zwart-wit. Nou, vertelde ik. Het is voor mij een gevoelswaarde. Het is de rauwheid. Zwart-wit. Het lijkt minder af. Het geeft meer de waarde van de persoon, zeg maar, naar boven toe. Voor mij dan, hè, tenminste. Ja. Wat leuk, zie nu op tv dat belichting steeds op de korte kant is. Ja, en dat zeg ik ook. Weet je, het is, Johanna. Ik zeg altijd in een masterclass, na vandaag gaan jullie aan mij denken. Morgen denk je ook aan mij, Johanna. Volgende week ook. En iedereen die nu meeluistert, gaat aan mij denken. En al wil je niet, al zit je met je man, je vrouw, je vriendin of je hond op de bank. Als je tv kijkt in de toekomst en je ziet een film, ga je aan mij denken. Weet je waarom je aan mij gaat denken? Je gaat denken, korte kant, korte kant, korte kant. Bren had gelijk. Hé, kijk, lange kant.
Korte kant, kort. Hé, weer korte kant. Hé, Bren heeft gelijk. Snap je? En ik ga in je hoofd zitten. En dat is het leuke van belichting. Als je daar eenmaal mee bezig bent, ja, je kan er helemaal gek van worden. Want op een gegeven moment zat ik alleen maar kort, kort, kort. Lang, lang, lang. Kort, 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 lang. In de bioscoop zit ik ook alleen maar naar belichting te kijken. Alleen maar inspiratie. Als ik met iemand naar de bioscoop ga of wat dan ook. Die zit alleen maar, je zit weer naar de belichting te kijken. Snap je? Ja? Dus je kan op een gegeven moment kan je helemaal doordraaien. Dus af en toe moet je ook wel genieten. Oké? Oké. Fotografie altijd met full frame op ook APS-C. Ook APS-C. Dat kan zijn met een heel klein cameraatje. Dit is dan een RX100, maar ik heb ook een A6400 APS-C straatfotografie. Daar kan ik ook portretten mee schieten. Ik heb vroeger met een ander merk heb ik geschoten, was ik ambassadeur, was Crop Factor 2. Maakt niet uit. Het gaat uiteindelijk om het resultaat. Als je op mijn Instagram kijkt, heb ik met deze een hele professionele shoot gedaan met de Sony Xperia. Xperia 5. Kijk alsjeblieft op mijn Instagram en dan zet er een linkje naar het YouTube kanaal van Sony. En er staat in dat ik hier professioneel mee heb geschoten. Hier doe ik mijn straatfotografie mee. Het maakt niet uit. Het gaat erom, ik wil jullie zo gek maken en enthousiast maken om te gaan portretteren. En of je naar straatfotografie begint met een telefoon en later bij camera nu een leuk cameraatje koopt. APS-C of Crop Factor 1 of noem maar op iets om mee te beginnen. Dan ben ik al blij, snap je? Ik hoop jullie blij te maken om met straatfotografie aan de gang te gaan of portretfotografie. Dat vind ik het belangrijkste. Even kijken, als je in gesprek gaat met je model, zijn er dan ook situaties dat je geen foto kan maken omdat je emotie niet was? Ja, ik heb het een paar keer gehad. Klopt. Of dat ik juist in gesprek ging dat er zoveel emotie naar boven kwam, dat degene begon te huilen. En dat was totaal niet de bedoeling. En dan is het over, dan praat ik gewoon verder met diegene en zeg, we doen het een andere keer. We komen een keer op terug. Dus dat kan ook. En dan is het niet anders. Ja, en dan, en dat is ook mooi. Eigenlijk zijn wij fotografen, portretfotografen, ook af en toe een psycholoog. En je moet oprecht zijn, je moet authentiek zijn, snap je? Je moet het ook echt menen. En dat is het belangrijke. Ook als je hier kijkt, dan gaan we iets meer naar achteren toe. Dus met 35 mm. Dit is een Duitse kunstenaar. Hier ben ik naar achteren toe gegaan. En heb ik geen oogcontact gezocht en heb ik zijn atelier heb ik erbij genomen. Omdat het atelier de toegevoegde waarde heeft in zijn portret. De houding van zijn arm, et cetera. Die gaat nu wat meer vertellen. Dan is het oogcontact niet toegevoegd. Snap je? Maar ik ben wel oprecht met hem bezig. Snap je? Dus hier kijk ik ook van wat is hier de toegevoegde waarde. En is die 85 mm... is niet die toegevoegde waarde. Terwijl hij een prachtig gezicht heeft met zijn haar, et cetera. Dat was ook heel erg mooi om te doen. Dat hoeft dan niet. Hè. Later kom ik erop terug. Heb ik een soort straatfotografie met hem gedaan in Berlijn. Hè. Een soort street art. Combinatie straatfotografie met hem erbij. Maar hier in zijn atelier, snap je. Dus ook hier weer van de keus. Maak ik contact met ogen of maak ik contact met zijn leefomgeving? Dat is ook portretfotografie. Hè? Wat laat ik zien? Hè? Welke keuze maak ik hier? Welke focal length ga ik hier gebruiken? Ja? Ook hier weer een keus, zwart-wit. Oké. En in gesprek gaan. In gesprek gaan en kijken wat is zijn gevoel. Wat is zijn dag, et cetera. Ik ben een keer met Roland Fernhout, acteur, die had griep, wou de shoot afzeggen. Ik zeg, kom juist omdat je griep hebt. Ik wou juist dat gevoel vastleggen, dat hij zich verrot voelde. Ik heb een dikke trui aangegeven en juist dat hij zich niet lekker voelde, heb ik een prachtige serie van hem gemaakt. Ja? Ook weer met hem in gesprek gegaan erover. Als je het hebt over Steven van Vleteren, hij maakt gebruik van een vertekening in de lens. Naar mijn gevoel hoef je niet bang te zijn voor vertekening. Je kunt er een bepaald karaktereigenschap. Oké, een vertekening, Bram. Het lijkt wel of je een bepaald gevoel hebt. Want kijk, hier. Als je het over vertekening hebt.
Dat is ook weer met het aantal millimeters. Het is 16 millimeter, snap je? En dat is ook weer een bepaalde keus. Hoe ga je ermee juist om geen portretlens te gebruiken? Wel de goede afstand. Platten deden het ook altijd. Zoek maar op het internet. P-L-A-T-O-N. Platon. Ja, Platoon. Niet Platoon. Platten. Grieks-Engelse fotograaf. Ook ben ik fan van. Gestationeerd in Londen. Je kan hem terugzien ook volgens mij op Netflix. In de aflevering van Abstract. Zit hij ook in. Heeft alle grootheden gefotografeerd. Gebruikt heel vaak een groothoek met vertekening erin. Okay? Dus dat zijn ook bepaalde keuzes. Maar hier is die afstand. Zijn gezicht klopt wel, maar zijn handen zit die vertekening in. Dus ook dat is een bepaald iets van wat is hier die toegevoegde waarde? Hè? Wat wil ik daar eigenlijk mee? Ik vind het heel gaaf om te doen. Ja, het geeft als het ware van... Ja, hij komt heel dichtbij, grijpen, heel diep met zijn handen. Dus het is spelen met de vertekening. Dus ook hierin, ook weer een bepaalde stijl. Oké, ik zie nog eventjes geen andere vragen. Laten we erop doorgaan. Kijk, het verschil is met die handen, als ik dan hier weer naar kijk, dat is ook weer die Steven. Of hier, zie je? Zie je, het is... Hier zit toch afstand. Deze klopt. Qua lens. Dit is die 24-70 lens. En als ik dan hier heb. Zie je, er zit een heel groot verschil. Dus die vertekening heeft voor mijn gevoel een toegevoegde waarde ten opzichte van deze. Want hier is het bijna van, hij grijpt naar je. Het is het ongrijpbare. En hier zit je als het ware al bijna in de persoon. Dus ja, ik nodig jullie uit om daar als het ware mee aan de gang te gaan. Het leuke van deze foto die eraan komt, Grant had het al, ik weet niet of wie hem al zei over die fles champagne. Even kijken, want dan kunnen we het eventjes over hebben, want die komt hier altijd wel weer in terug. Iemand had het erover, even kijken. Grant, ja, nog steeds een goede fles champagne bij je als je Barry Hay ontmoet. Nou, ik heb hem laatst een tijdje geleden weer op Ibiza gefotografeerd en toen hadden we ook drank bij ons. Ook hierin, als je mensen gaat fotograferen en zeker artiesten gaat fotograferen en je wil juist wat extra hebben, verdiep je ook in degene die je gaat fotograferen. En, want het zou wat zijn als je degene fotografeert dat je niet weet wat diegene doet. Okay? Ik wou wat extra tijd hebben bij Barry A. Ik had heel weinig tijd om hem te fotograferen. Dat moest voor een blad moest dat zijn. En ik wist dat ik om 10:50 moest fotograferen. Was voor een persmoment. En er waren meerdere fotografen voor mij geweest en ik had maar 10 minuten de tijd. Dus wat heb ik gedaan? Ik ging op internet zoeken, wat was zijn favoriete drank? Nou, kwam ik uit op deze fles champagne. Dus die had ik meegenomen. Nou, ik kom daaraan in het hotel. En op een gegeven moment mocht ik komen, ik liep een beetje uit. En de deur werd opengedaan door zijn manager. Van, oké, Brandon, je hebt nog maar 5 minuten, want we gaan zo lunchen. Nou, ik zeg, nou echt niet. Ik zeg, ik wil gewoon nog meer tijd hebben om te fotograferen. Ja, maar het kan niet, want we moeten lunchen, wat dan ook. Ik zeg, dat gaat wel. Van, let maar op, want ik heb dit. Dus ik hoor een beetje achter de manager vandaan komen. Wat is er aan de hand? Ik zeg, Barry, kijk wat ik voor je mee heb genomen. Het ging helemaal uit zijn plaat. Hij zegt, dit vind ik helemaal tof. Het eerste wat hij tegen me zei, waar wil je mee hebben? Nou, ik zeg, daar wil ik je hebben. Dus we hebben die hele fotoshoot gedaan. Vervolgens heeft hij me meegenomen voor de lunch. Hij zegt, jij hebt champagne voor me meegenomen. Ik nodig je uit voor lunch. Tijdens de lunch heeft hij me uitgenodigd voor het concert. Een paar dagen later in Paradiso. Ik mocht fotograferen. Uitgenodigd voor de afterparty. Tijdens de afterparty heb ik deze foto in full color. Had ik hem ook nog ingelijst aan hem gegeven. En zo zijn wij in contact gebleven. Later heb ik hem nog een keertje in Curaçao ontmoet. Kwam ik hem weer tegen. En toen zei hij, Brandon, jouw foto hangt op de beste plek in mijn huis. Ik zeg, oh, waar hangt hij dan? In de toilet. Nou, een mooie compliment kan je mij niet geven. Hè? Moet je voorstellen, hij zit te scheiden en zit naar mijn foto te kijken. Nou, mooi toch? Echt helemaal geweldig. Dus zo zie je wat een fles champagne kan doen. Dat je eventjes meer tijd in een persoon steekt, snap je? En je meer tijd dat je verdiept in een persoon. Wat voor kettingreactie het kan geven.
Dus dat wil ik je eventjes meegeven. Yes? Oké. Okay. Even kijken. Geen vragen meer. Dan gaan we verder. Even kijken. Ja, daar hadden we het over handen afkappen. Ja? Victoria Koblenko. In een hotel, zacht licht creëren. Hier heb ik met daglicht gefotografeerd. Gordijn, dicht gedaan. En snap je, dit is ook een bepaald gevoel van... Hè, wat wil je? Sommige mensen zeggen van het kan niet. Sommige mensen het kan wel. Je ziet dat ik hier die handen heb hè, afgesneden. En om het zacht licht te creëren. Dit is ook in gesprek gaan met Victoria van... Oké, wat wil ik nou eigenlijk? Dus dit zijn keuzes die ik maak. En sommigen zijn het er wel mee eens en sommigen zijn het er niet mee eens. Oké? Dus dat is wat ik tegen jullie wou zeggen van... Oké, dat zijn bepaalde dingen in een bepaalde stijl van mij die ik gewoon doe. Ik heb op een gegeven moment ben ik... Gaan fotograferen met Nationaal Ballet. En dat is ook iets, zoiets speciaals, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat ik op een gegeven moment, dat ik die ballerinas mocht volgen bij het Nationaal Ballet. Ja? Dan kan je die mensen, dat is een gek woord, die kan je die danseressen kan je zeg maar tijdens het dansen fotograferen. Maar op een gegeven moment zocht ik iets van... Je bent op zoek naar iets van, zeg maar, een bepaalde houding. En dus ik was op zoek naar iets van, oké, continu kan ik haar portretteren. Hè, als ze zit of ze staat of ik ben even langs die bar. Hè, dit heeft een bepaald woord, kan ik nu even niet opkomen. Maar op een gegeven moment ging je even pauze houden en dan zat het gekke stoeltje zat daar. En het mooie ervan is dat zij daarop gaat zitten, Nina... is een Belgische danseres. Ze ging daarop zitten. En toch had ze die bepaalde houding. En dat vond ik zo mooi. Snap je? Dus op een gegeven moment, ik bleef met die camera. Zelfs in de pauze heb ik die camera op schoot. Snap je? Ik blijf de boel afscannen. En dat wil ik jullie ook mooi geven. Want vaak, waarom ik deze laat zien, vaak... gebeurt er iets met degene die je portretteert als ze niet op hun hoede zijn. Gaan ze juist in een bepaalde houding zitten of in een bepaalde modus gaan ze juist zitten. Gaan ze in een natuurlijke houding zitten of ze gaan juist zo zitten of ze kijken juist weg. Of er gebeurt iets of ze gaan met hun handen gaan ze zo zitten omdat ze denken dat ze niet gezien worden. En dat vind ik juist mooi. En zeker mensen die niet... gewend zijn om geportretteerd te worden. Ik heb vaak een tip voor jullie is: doe net af als mensen zeg maar geportretteerd worden en ze zijn zenuwachtig of gespannen, draai weg, doe net alsof er wat met je camera is. Zorg dat ze in een bepaalde stand zijn of zeg dat je klaar bent met fotograferen. Je hebt een paar foto's gemaakt en je zegt ik ben klaar en op een gegeven moment gaan ze zich relaxen en juist dan draai je dan om en kijk dan hoe ze dan zitten. Is echt geweldig. Dat is hetzelfde hier. Ze ging zo zitten, strekte de knieën omhoog. En ik zeg, Nina, alsjeblieft, blijf zo zitten. Want die houding van haar, kijk naar de voeten, kijk naar haar benen. En ik heb haar nog geportretteerd. Snap je? Want er zit zo'n verschil tussen. Tussen deze. En als je hier kijkt, want dit is wel weer, snap je? Prachtige foto, een combinatie van flitslicht en daglicht. Deze is in München geschoten. Het is heel anders, snap je? Dit is een houding. En hier zit totaal een ander gevoel in, snap je? Ja, en als die danseres zegt, ja, maar dit is geen houding van een danseres. Ja, ik vind het prachtig, maar dit is mijn keuze. Dat is mijn gevoel. Het hoeft niet jullie gevoel te zijn, hè? Oké. Brandon, maak je wel eens portretten met gewoon daglicht? Of ben je altijd afhankelijk van kunstlicht? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk met daglicht. Als het er is, dan is het er. Dat zag je net ook met Victoria Koblenko. Alleen een raam en een doek en dan doe ik vitrage dicht. Ik bedoel, als het licht er is, het daglicht, waarom niet? Waarom niet? Gebruik het. Het is prachtig. Maar ik hou ervan om juist af en toe een beetje flitslicht te gebruiken. Om het te controleren, misschien de schaduw weg te halen. Ik heb altijd een lampje bij me. Ik zou even zoeken, waar is die? Momentje. Kijk eens, heel klein lampje,
Iets nog kleiner dan een lens. Ja, A2. Hier. Ik kan hem zo in mijn achterzak doen. Zo. Zo. Zo erin. Klaar. Zie je? Ik heb gewoon mijn studio bij me. Dus die heb ik zo bij me. Maar als ik hem niet hoef te gebruiken, gebruik ik hem niet. Of mijn Deep Translucent Umbrella heb ik nu niet meegenomen. Iedereen kent hem. Dat is mijn favoriete. Dan gebruik ik hem om gewoon het licht te controleren, snap je? Dat is heel erg mooi. Ook hier weer zo'n houding. Gewoon eventjes met rust laten. Eventjes gewoon laten gaan. Gewoon prachtig. Oké? Oké, dan gaan we gewoon tikken we eventjes door. Want dan gaan we zo direct naar straatfotografie toe. Afsnijden gewoon. Ook weer een gevoel. Ook hier weer. Grote lichtbron. He, nahoudingen krijgen. Ik vind het lekker om met houdingen bezig te zijn. Dit is een portret weer met twee lampjes. He. Dit is echt studiofotografie. He, hier ben ik weer bijna aan het abstraheren. Puur aan het abstraheren van wat is de grens. He, sommige mensen zeggen, ik vind hem wel heel erg rauw. Maar ik hou van die rauwheid. Ik hou van die rauwheid. Want ik laat je straks een andere foto zien. En dit is een combinatie. Dit is, iemand vroeg aan mij, wat zijn jouw favorieten? Dit is een combinatie van Steven van Vleteren en Anton Corbijn-achtig, waar ik van hou. Dit is gewoon heel simpel. Een shirtje heeft ze aan, een truitje heeft ze aan. En haren achter, geen make-up. En opzoeken gewoon. Met mijn helderheid en mijn darkness en mijn contrasten ben ik gewoon aan het spelen, snap je? Hetzelfde model, let op. Totaal anders, bijna schilderij. Met mijn favoriete paraplu. Aan de korte kant. En kijk eens, het lijkt een Rembrandt-lichtje. Volgens mij was het Marius. Het lijkt een Rembrandt-lichtje, maar het is een close loop. Ja? Want hij is dicht en je ziet het oog. Ja? Maar wel aan de korte kant. Maar kijk eens wat er gebeurt. Totaal anders schilderachtig is het. Totaal anders. Zelfde model. Andere belichting. Iets andere bewerking. Iets ander belicht. Maar je ziet wat er gebeurt. En dit zijn de keuzes die ik aan jullie wil laten zien. Dat je zelf kan bepalen wat je met licht doet. Wat voor ander gevoel je krijgt. Ja? Maar wel hetzelfde model. Wel dezelfde interactie die je met haar hebt gedaan. Oké? Ze is wel die rust, wel die kracht. Hier komt ze ietsje naar voren toe. Ietsje naar voren. Maar ik heb wel hetzelfde gesprek met me. Maar wel een andere belichting en een andere bewerking. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. Ook weer die korte kant. Ja? Kom maar op met je vragen. Kom maar op. Ik sta er helemaal open voor. Ik vertel alles. Hebben we weer die korte kant. Ja? Dus kort, kort, kort. Korte kant, kunstlicht. Hè? Of gewoon aanwezig licht. Bij het raam. Ja? Dien ik het bij het raam dichtgezet. Korte kant is door een raam belicht. Ik heb de lange kant, dus die bij ons zit, heb ik door het parapluutje een heel klein beetje ingeflitst. Dus hier heb ik een combinatie gemaakt met daglicht en kunstlicht. Ja? Model met mijn rug naar me toe. En dan om laten draaien. Werkt ook, geeft een heel ander gevoel. Dit is een van mijn favoriete portretten, oké? Keihard, ook weer, beauty dish. Maar ik heb hier één fout gemaakt. Let heel goed op in de ogen. Kijk in de ogen onderin. De reflectie. Die heb ik hier weggehaald. Zie je dat? Dus hier zie je hem. Dat is het reflectiescherm. En hier is hij weg. Maak die fout niet. Ga niet Photoshop in de ogen. Ik heb het door iemand laten doen. Maar normaal gesproken kijk ik altijd in iemands ogen waar de reflectie is. Dus let heel goed op. Headshots, heel erg belangrijk voor me. Ik tik ze eventjes door. Dan kijken we eventjes en dan ga ik even naar vragen kijken. En dan gaan we daarna gaan we naar straatfotografie. Welke paraplu gebruik je, je favorite? Wat voor achtergrond gebruik je zoal? Oké, Cynthia. Paraplu, deep translucent. De diepe paraplu met backpanel. En XL, diep waar je in schijnt. Anders moet je naar Instagram moet je eventjes een DM'tje naar me toe sturen. Dan kan ik je eventjes een paar linkjes doorsturen. Ja? Dus voor degene die graag willen weten van met welke gear ik sta te werken of wat dan ook. Moet mij eventjes een DM'tje sturen op Instagram. Die krijgt het eventjes door van mij. Ja? Oké. Oké. Wat voor achtergrond gebruik je zoal? Vaak heb ik gewoon zwarte achtergronden of grijs.
Of ik heb backgrounds bij Andreas. Helaas is die een paar maanden geleden overleden. Een vriend van mij. En die had handmade, hoe heet het, geschilderde achtergronddoeken. Dus die maakte het niet meer. God hebben ze ziel. Heel erg jammer. Maar die kan je ook terugzien op mijn Instagram. Dus zelfgeschilderde achtergronddoeken waar een werkje in zit. En anders moet je eventjes kijken bij Unique Backgrounds. Die zijn ook erg mooi. Ja. Fotografeer jij direct in zwart-wit of in kleur en zet je het later om? Heel goed. Straatfotografie zet ik mijn preview. Dus wat ik op mijn schermpje zie in zwart-wit. Ik schiet altijd in RAW, dus het is in kleur en later zet ik het om. Ik heb heel veel presets in zwart-wit. Je ziet mijn eerste beeld dan in straatfotografie in zwart-wit. In de studio schiet ik altijd kleur. Goeie vraag, Johanna. Ik tik even de headshots door, oké? Oké, zwarte mensen. Zijn we geneigd om die te gaan overbelichten? Altijd onderbelichten met je belichting, ja? Deze, oké? Twee striplights, ja? Twee striplights, zo van voren. Dat is mijn andere blikje. En dat zie je ook in de ogen. Twee striplights, zo creëer ik diepte. Oké. Creëer ik diepte. Maar kijk heel goed uit. Je ziet de catchlight. Zie je in de ogen. Dus het is een onnatuurlijke catchlight. Kinderen vind ik heel erg moeilijk. Om te fotograferen. En wat vind ik moeilijk? Interactie. Dus, en ook dat is. Die interactie vind ik gewoon heel erg moeilijk. Combinatie. Daglicht en flitslicht. Ja? Dus ook daarin. De vraag. Heel erg goed. Fotografeer ik wel eens met daglicht? Ja, zeer zeker. Ik kijk eerst op mijn lichtmeter. Wat kan ik gebruiken? Mijn eerste foto is zonder flitslicht. En dan ga ik kijken, heb ik nog flitslicht nodig? Ja? Of heb ik nog een lampje nodig? 9 van de 10 keer gebruik ik mijn Deep Translucent Umbrella met backpanel. Ja? Ook hier weer. Dus de linkerkant van het model heb ik heel zachtjes ingeflitst. En wat doe ik dan? Dan flits ik dus niet direct op het model. Als dit het model is, ik sta hier te fotograferen en dan draai ik mijn paraplu weg. Dan gebruik ik het strooilicht, het spill light. Heel erg belangrijk dat ik niet direct inflits, want dan blijft het dus natuurlijk. Dat zie je dezelfde als hier. Dan blijft het natuurlijk. Ja? Even kijken. Hoe ga ik te werk in deze situatie? De eerste foto die ik maak is zonder flitslicht. Dus ik zorg dat mijn omgeving, dit is ook met daglicht, achter Ron hier is een raam. Dan hebben we ook nog lampjes van het licht van de lampjes in de achtergrond. Mijn eerste foto is, de belichting moet goed zijn in mijn camera. Sluitertijd, diafragma en ISO. Dan ga ik kijken wat voor licht het is. Is het hardlicht of zachtlicht? En dan ga ik dus inflitsen. Heel erg belangrijk. Het is hetzelfde met hier. Dus allemaal buiten. Zie je dat? Ook hier weer. Hetzelfde met fine art. Fine art is weer een heel ander gevoel. Fine art is kunst. Ik verkoop dit soort kunstwerken vrij groot. 1,20 meter bij 1,80 meter. Dat is een gevoel, is dat. En als jullie er vragen over hebben, stel ze alsjeblieft. Fine art hoeft voor mij dus niet scherp te zijn, snap je? Het is meer een gevoelskwestie. Waarom kijkt dit model mij ons niet aan? Wat gebeurt er? Het is een gevoelskwestie wat je probeert te verkopen, snap je? Hier zit bewegingsonscherpte in. Het hoeft niet allemaal scherp te zijn. Het is meer een kunstvorm, is het. Ja? 35 mm, lekker onscherp erin, is totaal anders. Als je naar mijn Instagram, we hebben de volgende foto, als je naar mijn Instagram gaat kijken, dan, wat ik eigenlijk met jullie wil zeggen, dan kom ik weer op terug, is dat feit van, men vraagt wel eens van, moet ik met die 85 mm, moet ik met een A7, moet ik met een full frame gaan werken of wat dan ook, om portretten te gaan schieten, om dat te gaan leren. Wat denken jullie zelf?
Nee. Portretfotografie komt vanuit je hart. Ja? Of het nou een analoog camera is, of een dinky toy, of een Polaroid camera, of wat dan ook. Voor mij is portretfotografie ten eerste dat je geïnteresseerd bent in degene die je portretteert. Kijk heel goed wat je wil neerzetten, of je een serie wil maken, wat je wil gaan vertellen met een portret. Hoe je degene wil portretteren, hoe degene geportretteerd wil worden, waar komt die voor, ja? En wat wil je gaan vertellen. Deze serie, die kun je terugzien op mijn Instagram, is allemaal gemaakt met die Xperia. Ja? Deze ook. Het zijn de komende 1, 2, 3, 4, allemaal met de Xperia. En je ziet dat er bijna geen verschil is. Kijk, als je het uit gaat vergroten en je gaat kijken naar de aantal pixels, natuurlijk zie je dat er een verschil zit, oké? Maar voor Instagram en klein uitprinten, wat dan ook, maakt het niet uit. Of APS-C ook niet. Het gaat om het gevoel. Kijk, ook hier, je ziet dat het een branding foto is. Ja? Je ziet het gevoel. Je ziet dat ik hier de interactie heb met degene. Je ziet mijn licht. Je ziet mijn handtekening. Er werd net gevraagd, weet je, wat voor achtergronddoeken. Je ziet dat dit doek van Andreas is, die Andreas heeft gemaakt. Je ziet mijn favoriete belichting, snap je? Je ziet mijn nabewerking. Je ziet dat ik de tijd heb genomen om deze foto te maken. Je ziet zijn houding, je ziet de cut-out van de foto. Je ziet de tijd ook hierin wat er gebeurt. En we gaan heel langzaam nu naar straatfotografie. Ook daarin van portret gaan we nu in, van portret. Het portret gaan we hier ook in, dus ook met de telefoon gemaakt, met die Xperia. Gaan we op een gegeven moment de omgeving erbij betrekken. Ja? Hè? Dus wat gaan we vertellen? In welke omgeving we zitten? Wat wil je laten zien? Oké, ik denk, zie nu een vraag. Even kijken. Als je zo wil met daglichtfoto, krijg je dan geen lagere sluitertijd en moet je dan de ISO omhoog brengen voor bewegingsonscherpte? Goeie vraag. Je sluitertijd moet omlaag. Hele goede vraag. Waarom moet je sluitertijd omlaag? Om je omgevingslicht. Hetzelfde hier. Ja? Sluitertijd moet omlaag voor daglicht naar binnen te komen. Oké? Dus een 60ste of een 80ste. Yes? Kan ook je ISO iets omhoog doen. Ga niet lager als een 60ste of wat dan ook. Anders krijg je bewegingsonscherpte. Soms kan bewegingsonscherpte prachtig zijn. Maar als ik een combinatie doe van daglicht. En ik heb ook nog een flitser. Want daar komt hij, dat is hem. Daarom vind ik een flitser heel fijn om die erbij te hebben, een combinatie met daglicht. Dan bevries ik mijn beweging. Wist je nog, die ene met lage sluitertijd? Met eerste gordijn en tweede gordijn. Dus als ik hier Abel een beweging had laten maken en ik had hier geflitst. Ik heb hier niet geflitst, maar als ik geflitst zou hebben met een lagere sluitertijd. Dan had ik alles scherp gekregen door de flits. Duration. Dus door de flitsduur bevries ik alles. Dus dan kan ik een lagere sluitertijd gebruiken. Dus puur door het kleine flitsje. Ja. Ik zet hem eventjes aan. Let op. Zo. Dus puur door dat. Ja. Maar dan een hele snelle flits. Bevries ik alles. Goeie vraag, Marius. Oké, gebruik je altijd een statief of schiet je uit de hand? Nou, Jolanda, ik zou je één ding zeggen. Ik haat statieven. Ik word helemaal gek als er iets voor me staat, schop ik die weg. Ik moet creatief zijn. Ik heb ADHD. Ik word er helemaal gek van. Ja? Dus ik gebruik ze niet. Ik ben ook cameraman. Ik maak ook video's en dat soort dingen. Met een gimbal in mijn hand word ik al helemaal kriegel. Maar soms moet ik die gebruiken. Soms van een statief of een camera. Dan gaat het nog. Maar fotograferen met een statief. Lookbook in de studio. Oké, dan gaat het nog. Maar voor de rest, als ik creatief ben, moet ik niks voor me hebben staan. Oké? Hoe krijg je dat gevoel bij straatfotografie? Welk gevoel, Wilfred? Welk gevoel krijg je bij straatfotografie? Kan je heel duidelijk nog een keer vragen. Welk gevoel krijg je bij straatfotografie? Het portret of de bewerking of wat anders? Wil ik graag weten. Kan ik op terugkomen? We gaan verder. Dus hier zie je ook weer. Ik ga naar boven toe. Ik heb hier een wide angle gebruikt. Wat we net deden ook weer met die handen. Dus de kracht van de imperfectie. Je ziet, het is creatief zijn.
Klopt het? Nee. Fuck it, maakt niet uit. Gooi die regels overboord. Ja? Vind ik niet erg. Vind ik leuk. Ja? Kijk maar, het maakt niet uit. Hier klopt die wel en die andere niet. Oké? Ik ga eventjes wat laten zien. Deze, voordat we naar straatfotografie gaan, even kijken. Ja, deze. Ja, street. Ja. En daar kom ik straks eventjes op terug. We slaan eventjes wat over. Ik heb het nog in de presentatie, maar daar kom ik straks op terug. Straatfotografie. De verbinding met chat is verbroken. Oké. We gaan eventjes kijken. We zijn nog live hoor. Oké, we zijn nog live. We gaan eventjes kijken. Ik zie... Ah, hij is er weer. Top. Vincent Schippers, oké. Oké. We zijn er gewoon. Ik had eventjes in mijn ding, maar de regie kwam eventjes kijken. Ik ga eventjes kijken bij Vincent. Hey Brandon, gebruik je al AI bij het bewerken van je portretten? Nou, het grappige is, Vincent, ik nog niet. En als we het over AI hebben, dan kom ik even op terug. Of ik heb een keer AI gebruikt, maar daar kom ik zo op terug. Wilfred, dus nog niet, Vincent, dat ik AI gebruik met het bewerken van mijn portretten. Want dan laat ik wat over aan... Ik laat te veel over aan mijn computer. En dan ben ik hem kwijt. Weet je, en dat wil ik niet. Ik denk jij ook niet. Ik ken je goed, Vincent. Dat is dat laatste stukje. Wij zijn echte mensen, Vince. En wij willen die rauwheid, die echtheid er nog in hebben. Kijk, zo'n achtergrond, als je die nog een stukje bijgevoegd wil hebben. Weet je, zover ben ik nog niet. Laten we het even over AI nog even heel snel hebben. Dan gaan we het over straat. Kijk, ik heb deze gedaan. Let op. Als we het over portretten hebben nog. Kijk eens naar deze. Ik heb deze ooit een keer gepost. Deze man, op vrijdag. Mijn vraag was, welke lens? Waar heb ik hem gefotografeerd? Welke lens? Welk land? Etcetera. Toen heb ik zijn zoon erbij gedaan. Ja? S'avonds kreeg ik berichten van modellen waar ik mee heb gewerkt. Wie is die jongen? Ik wil met hem werken. Ik wil zijn naam weten. Kunnen we niet een shoot inplannen? Wat anders. Ook zelfde vraag. Waar heb ik hem geschoten? Etcetera. Ik heb het beloofd. Volgende week, aankomende zondag. Dus vrijdagavond, zaterdag, zondagavond ga ik vertellen wat het antwoord is. Dit was het antwoord. Ze bestaan niet. Ik had deze foto's gemaakt met AI in Midjourney. Vrij eng. Oké, gewoon met woorden heb ik gevraagd. Ik heb wel mijn foto's gebruikt. Ik heb ze ook nog nabewerkt, maar het is wel heel bizar. Ik gebruik ze niet. Ik ga dit ook niet gebruiken. Maar wat ik wel heel belangrijk vind en wat ik jullie even wil geven, en Vincent ook even door wil geven, is dat ik wel op mijn hoede wil zijn van AI. Weet je, ik wil wel weten wat er gaat gebeuren en wat de mogelijkheden zijn. Dus ik ben er wel mee bezig te voorbereiden van, oké, wat zijn de mogelijkheden, maar ik gebruik het nog niet. Ik heb het één keer gedaan en dat is dit. En het is te bizar voor woorden van wat het allemaal kan doen, snap je? Ik heb bijna mijn stijl, ik heb mijn foto's allemaal ingevoerd. Dit is mijn stijl, dit is waar mijn lens, dit is de camera mee werk. Ik heb iets van 40 woorden gebruikt, mijn foto's ingevoerd, daarna bewerkt en dit is eruit gekomen. Het is gewoon heel erg bizar. Dus dat wou ik toch even laten zien over AI. Oké? Straatfotografie. Oké. Wilfred van Elsen, de LSD luisteren. Samenvatten, doorvragenmethode met straatfotografie. Ja, meer naar mezelf. Omdat ik met straatfotografie geen toestemming vraag aan mensen. Dus als ik mensen op straat zou fotograferen en een portret zou maken, zou ik het zeer zeker doen. Als ik mensen geïnteresseerd, want ik ga wel naar mensen toe om te vragen, mag ik jou in mijn studio portretteren? Dus daar haal ik wel mijn modellen vandaan. Dus ik doe het dan wel. Dan doe ik wel de LSD-methode. Dan wel.
Deze situatie heb ik een combinatie straatfotografie. Heb ik dus diegene, heb ik die artiest. In zijn omgeving, in zijn straat, heb ik... even kijken. Ik ga even de regie even bellen. Of de regie even zeggen. De live chat van TikTok, die geeft nu aan dat ik moet verifiëren om door te gaan. Anders... Ja? Anders stopt hij. Ja, oké. Okay. Hoef niet te vernieuwen. Oké. Okay. Dus ik heb dus die straatfotografie heb ik geïmplementeerd in mijn portretfotografie. Oké. Okay? En dan zie je dit, zijn woonomgeving, heb ik hem hier gefotografeerd. Dus het gevoel van die straatfotografie. Kijk eens. Ja, dat vind ik te gek, snap je? Dus je ziet wat er gebeurt in de metrostation. Heb ik dit gedaan. Vincent, ik wel. Het laatste stukje hou ik wel in de hand, maar tegenwoordig retoucheren e-mail zo goed. Oké. Okay. Okay. Kom ik op terug, Vincent. Of ik bel je terug. Dus die straatfotografie, ik vind het heel gaaf van wat ik leer op straat, en dat wil ik met jullie ook meegeven, die inspiratie die ik krijg op straat. Dat kan zijn houdingen. Hoe mensen lopen, ook in fashion shoots, hoe mensen in een auto stappen, hoe vrouwen staan, lopen, hoe vrouwen in een taxi stappen, noem maar op, hoe mensen gekleed zijn. Al die inspiratie neem ik altijd mee in mijn fashion shoots, in mijn commerciële shoots, et cetera. Maar dit heb ik nu ook gedaan om een verhaal te vertellen. Ik ga binnenkort een nieuwe masterclass geven bij Camera Nu. En dat heet de Art of Storytelling. Dus daar kan je ook voor op gaan geven. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, stuur mij een DM'tje. Als ze willen weten wanneer ik die masterclass ga geven. De Art of Storytelling. Dan ga ik jullie vertellen hoe je een verhaal moet gaan vertellen door fotografie. Ja, hoe je een serie moet maken. Hoe je heel dieper in fotografie moet gaan. Om een verhaal te vertellen met fotografie. Met 1, 2 of 3 foto's. Met storytelling. Totaal andere masterclass. En dit is dit eigenlijk ook, snap je? Dit is storytelling. En je ziet degene staan met die jas. Je gaat weer wijder en dan ga je weer inzoomen. Ook hier weer. Hè? Dus dit is, hè, wat ga je gebruiken? Hè? Die straat, dat vroeg net iemand ook, van wat is straatfotografie? Die ga je gebruiken. Ja? Ook hier weer. Ja? Hè? Dit is op een gegeven moment in het metrostation. Dat lightshapen is gratis. Dit is een baan in het metrostation. Die baan licht, die zie ik daar. Dat is een soort lightshaper, een soort lichtgoot. Een soort diepe paraplu die daar valt. Zo heb ik een portret geschoten. En dat zou ik dan ook op een gegeven moment vragen. Oké? Vincent, je straatfotografie is echt te gek. Dankjewel. Zeker de kaders in zwart-wit, top. Oké, dankjewel Vince. Tip. Hoe dichtbij kom ik? Heel dichtbij, straatfotografie. Zet ik hem op silent? Nee. Kan hij op silent van camera? Ja. Ik zet hem niet. Ik moet het klikje horen. Het liefst met een 35mm lens. Ja? Vaste lens. Fotograferen. Klik. Zo. Pop. Ik weet de kader 35mm uit mijn hoofd. Ik heb trucjes, ga ik je straks laten zien. Zo dichtbij kom ik. Ja? Diegene heeft het niet in de gaten. Ik ben een soort ghost. Mensen vragen mij, doe je aan wildlife photography? Ik ben nog nooit op safari geweest. Dieren fotograferen is niet mijn ding. Ik ben laatst met Sony met de A9 Mark III geweest. Heb ik een adelaar, mocht ik vogels fotograferen. Ik was die beesten allemaal kwijt. Het is niet mijn ding. Straatfotografie is wel mijn ding. Dat is my wildlife. Waarom is my wildlife? Ik ben zo dichtbij dat ik bijna, als ik gesnapt kan worden, kan ik aangevallen worden, kan ik een klap op mijn kop krijgen of wat dan ook allemaal. Die spanning vind ik heel interessant. Ja? Ik zou nooit je foto misbruiken. Mag het? Ja, straatfotografie mag. Ik mag het niet commercieel gebruiken. Ik mag het wel in een kunstvorm gebruiken, wel in een kunst, zeg maar in een boek gebruiken. Ik zou nooit mensen die naakt zijn of kotsen of iets doen, zou ik nooit misbruiken die foto. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ja? Dus ik ga er wel even heel goed mee om. Kijk eens hoe ik het gebruik hier ook. He, diegene die met zijn telefoon staat, he, die abstraheer ik dan. He, dat plantje achterin daar al, bij die muur, bij het museum, lijkt wel een soort wietplantje, he, dat het Amsterdam is. Maar het is gewoon een schaduwtje van iets. Dus kijk, he, observeer, wat ga ik doen? Ga ik auto's fotograferen? Ga ik met tegenlicht fotograferen? Ga ik bewegende mensen fotograferen? Ga ik mensen met een telefoon fotograferen? Etende mensen, et cetera.
Alles kan je zelf een bepaalde opdracht geven. Oké? Okay? Hetzelfde geldt met... Kijk wat je wil doen in een metrostation. Welk licht wil ik gebruiken? Ga ik lichtbanen gebruiken in het metrostation? Ga ik contouren gebruiken? Maar ook, voor mij hoeft straatfotografie, het hoeft niet scherp te zijn. Want als wij op straat lopen, en ik loop, zie ik ook wat hier gebeuren. Ik observeer dat het gebeurt, is mijn habitat, is mijn leefomgeving. En die gaat ook voorbij, die vliegen voorbij. Ja? En die kunnen ook onscherp zijn. En de onscherpte juist, die maakt het zeer interessant. Ja? Dus voor mij, een kleine Sony-camera. Het kan de A6400, 6600 zijn. Of de A7C2. En of de A7CR2. Ja? Die heeft meer pixels. Op 33 miljoen pixels, een klein cameraatje. Of weet zelf weet. Maar gewoon lekker onzichtbaar. Lekker snel, lekker klein. Klak, 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 klak. En juist, omdat je zo snel bent, is hij onscherp. Maar ik vind het wel gaaf. Kijk eens wat hier gebeurt. Vrouw met een sigaretje. Pap! Deze. Ook in het voorbijlopen. Pat! Die lijn erin. Licht op zijn gezicht. Ja, ik hou ervan. Ja? Oké. Okay. Kom maar op met die vragen van straatfotografie. Ik wil ze antwoorden. Want ik ga helemaal los nu, hè. Want dit is echt mijn ding. Oké, daar komt-ie. Ik ga even mijn bril opzetten. Ik heb voor straatfotografie laatst gehoord... maak geen foto van iemand... zoals jezelf ook niet op de foto gezet worden. Dronken, kotsend, et cetera. Ronald, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Treat people like you want to be treated. Ja? Helemaal goed. Dus dat wil ik ook zeggen. En weet je, dat is gewoon met respect omgaan. Dus... 5 minuutjes alleen even de presentatie. Nog één keer? Ze kijken 5 minuutjes even alleen naar de presentatie. 5 minuten nog? Nee, ze kijken 5 minuten alleen even naar de presentatie. Dus dan zien ze jou niet. 5 minuten? Ja. 5 minuten zien ze mij niet? Ja. Oké, maar ze horen me wel. Ja. Oké, dus jullie zien mij niet. Ik hoor dat jullie mij niet zien, maar jullie horen wel de presentatie. Oké, hoor ik net van de regie. Oké. Ik denk dat het heeft te maken met het afkoelen van de camera. Dus, maar wij gaan gewoon door dat jullie mij niet zien, maar jullie horen mij wel. Dus... Dus ik weet eventjes niet meer waar ik het over had. Wat ik heel goed vind is over dat je niet iemand wil fotograferen. Met kotsend of wat dan ook. Weet je, het gaat om respect hebben. En die respect, dat heb ik dus ook dus met portretten maken, snap je? Dus ook daarin van, ga niet met disrespect met mensen om. Yes? Oké. Even kijken, maar zitten AVG-regels je soms niet in de weg? Nee, Ron, nee, want je mag dus op straat fotograferen. Dus moet je maar eventjes nakijken, oké, je bent inderdaad hoorbaar. Oké, nou, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dank je wel. Oké, dat vind ik het allerbelangrijkste. Die kop van mij, die kan je wel weglaten als je me maar hoort. Kijk, ook hier weer, soms kan je gesnapt worden. En dan vind ik het wel fijn. Snap je? En... Maar ik ben weg voordat diegene iets kan zeggen, of wat dan ook, dan ben ik weg. Ik probeer ook geen oogcontact te maken, snap je? En dat vind ik spannend. Ja, ik ben ooit wel eens een keertje op de Dam in Amsterdam, had ik een Amerikaanse vrouw voor me. En die begon te schreeuwen, he's making fucking pictures of me. En ik keek gewoon over haar hoofd heen. Dus, en ik ben doorgelopen en ik dacht op een gegeven moment... Nou, ik krijg toch een steen in mijn nek gegooid op een gegeven moment. Niet. En ik denk zelf, als iemand echt een heel groot probleem gaat maken... dat ik om zou draaien en dan de foto's zou laten zien en dan weg gaan maken. Maar ja,
Ik weet het niet. Ik ken sommige straatfotografen. Als ik Chris zie werken, Chris de Pauw, die ik geweldig vind. Die loopt ook gewoon en die kijkt mensen aan en die schiet gewoon recht in hun gezicht. Die maakt gewoon die foto's. Maar het is ook de manier op hoe je het doet. En dat er ook een bepaalde gunfactor is, snap je? En sommige fotografen die zeggen van, ik ga een toestemming vragen. Maar ik vind dat een jammer dat je dan zeg maar het moment mist. Want als ik nu naar deze foto's ga kijken, het is in Amsterdam. En dan wil ik eventjes jullie weten van welke jullie nou spannender vinden. Dit is iemand, dit is ook een keus bij op een gegeven moment dat ik mensen die in een raam zitten, voor een raam zitten, die wat zitten te doen, te drinken of te eten. Dat vind ik heel interessant. En je kan heel dichtbij komen naar diegene zit te eten. En dan is het van, kijk, deze heeft geen vignettering, deze wel. Zie je? Geen vignettering. Wel. Dat is een bepaalde keus. Ik vind hem zonder vignettering vind ik hem mooier. Ja? Want het geeft meer van wat voor soort omgeving het is. Ja? Dan heb je ook, ik kan hem ook ietsje dichterbij doen in full color. Kijk eens, en heb het niet in de gaten, hè, wat er gebeurt. Ja? Ik vind het fijn, die rommel allemaal achterin, dan ook weer in zwart-wit. Ja? Dus dat zijn allemaal keuzes. Is het zwart-wit? Is het kleur? Heb je, oké, dan ga ik eventjes naar de vragen toe, want dit is mooi. Roland van Kooten, voelt het soms niet ongemakkelijk om van zo'n persoon een foto te maken? Nee. Ik doe het al zo lang dat het is seconde, het is nog een milliseconde en dan heb ik hem op de foto en ben ik alweer weg. Dus het is heel raar, het is een soort verslaving is het voor mij. Van lopen, pat! Fotograferen. Lopen, doorlopen, pat, fotograferen. Ja? Heb je vaste routines tijdens het fotograferen op straat? Ja. Een vaste routine is dat ik begin met een... Dat je je diafragma... Of je sluitertijd, hoe heet het? Dat moet je voor jezelf bepalen. Voor mij is het diafragma en sluitertijd dat je die vastzet. En dat ik met mijn ISO, dat die zeg maar ISO variabel is. Want dat vind ik wel heel erg belangrijk. En dat ik ook zeg maar weet waar mijn scherptepunt zit. Dus ik kan eye autofocus gebruiken. Maar ik kan ook voor mezelf bepalen dat ik mijn focuspunt in het midden zet. Of links rechts. En dat ik weet, als ik met straatfotografie, dat ik weet waar mijn scherptepunt zit. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Dus dat ik dat in ieder geval weet. Dus 's ochtends begin ik zeg maar foto's te maken met mijn scherptepunt in het rechte vlak. 'S middags in het midden en dan of 's middags zeg maar helemaal links. Snap je? Of variabel met eye autofocus. Maar eye autofocus met straatfotografie is weer heel erg moeilijk om te kijken van dit is. Daarom vind ik het heel erg belangrijk dat ik met straatfotografie heel vaak ook wel door de... Ik probeer zoveel mogelijk door de viewfinder heen te kijken. Ja? En niet bij het schermpje. Ik zit naar de camera nog steeds te kijken, maar die is niet aan dus. Ik zit nog steeds jullie allemaal tips en tricks te geven, maar daar kom ik straks nog eventjes bij. Ja? Zo ik zeg. Je geeft dat je snel een foto maakt in het voorbijgaan. Hoe doe je dat met die instelling? In de M-stand, die je vraagt me over de andere stand. Nou, dit is eigenlijk Jurgen. Alles in de M-stand. Of in de M-stand, nee. Wat ik net zeg. In de, hoe heet het, diafragma. Sluitertijd. En dan mijn ISO. Ja? Maar je kan het zelf bepalen. Hè? Jij kan ook zeg maar, ik wil mijn sluitertijd vast hebben. En dat mijn diafragma variabel is of wat dan ook. Wat je op je A of je S stand of wat dan ook. Kan je voor jezelf bepalen. Ja? Vind je een telelens niet makkelijker om onzichtbaar te fotograferen, Tony? Nee, dat is een keus. Want dan voel ik me meer een stiekemert. En ik hou van die 35 mm, omdat ik daar veel mooiere platen mee maak. Vind ik veel spannender. Dat is echt voor mij een street photography lens. En ik vind die spanning vind ik heel erg mooi. Ik vind het gaaf om bijna gesnapt te worden. Dus ik vind het heel erg gaaf. Of op je scherpte op het zonnesysteem. Even kijken, Marius. Ja, dat kan ook.
Of op een scherpte op een zonnesysteem. Nee, daar werk ik niet mee. Nee. Ik ben echt, zeg maar, ja, je kan ook, zeg maar met je scherpte, zeg maar, dat je meer vlaks scherpte hebt. Maar ik ben toch wel meer, zeg maar, dat ik meer controle daarover heb. Oké? Hier, zeg maar, met de raampartijen, snap je, ook weer abstraheren. En weet je, en soms is het ook wel eens een plaat dat mensen denken, ja, wat heb je er eigenlijk aan? Maar het is meer, als het ware, voor mezelf, is het meer een gevoel wat ik vast wil leggen. Soms is het maar één foto, of twee foto's, dat ik thuis kom waar ik heel erg blij mee ben. Snap je? Het is ook, wat ik ook fijn vind, is het in de avond juist fotograferen, zeg maar. 'S Avonds de stad ingaan, reflectie fotograferen. De laatste tijd heb ik het niet gedaan, maar heel vroeg ging ik vaker in de regen fotograferen. Dus ik vind, dat vind ik heel erg fijn. Gaan we zo nog in beeld? Of ben ik weer in beeld? Bijna. Kijk eens aan. Ik ben bijna weer in beeld met jullie. Dan kan ik jullie tips en tricks geven. In de regen fotograferen, ook dat weer. Want dan maak je hele mooie, juist hele mooie foto's. Van, ik zeg altijd, ga juist. Ja, hij gaat hem proberen. Was je overfrit? Ja, ook. Oké. 1, 2. Ja. Praat maar gewoon verder hoor. Ja. Nee, wat ik mooi vind is juist, zeg maar, in regen of juist in gekke weersomstandigheden te fotograferen. Snap je? Dus als dat kan, dan is het juist mooi. Kijk, ik ben er weer. Ik ben weer in beeld. Kijk eens. En toch voelt het toch leuker als jullie mij zien. Heel gek. Toch heb ik nu weer meer connectie met jullie. Als je naar deze kijkt, ben ik aan het light shapen. Ja? Heel snel. Achtergrond. Diepte creëren. Bijna achtergrond. En het parkeerdingetje, die parkeermeter, daarboven is net een parapluutje. Hier haal je inspiratie van. In dat displaytje voor zijn gezicht. En dan lig je als het ware uit. Dus wees heel creatief. Dit was met het Light Festival. Dus ontzettend leuk om hier te kijken. Maar ook heel snel te zijn. Kijk, hier ook weer. Er zit ook humor op straat. Snap je? Heel fijn, hè? Dit is weer zo'n Light Festival beeld. Het boogje is een bruggetje. Maar als je weer verder loopt, ja, weet je, ik heb 10 jaar lang in de horeca gezeten in Amsterdam. Je moet eens weten hoe 's nachts, hoe vaak ik dronken gasten heb zien staan die in de gracht stonden te pissen. Nou, dit was voor mij het ultieme standbeeld. Dat ik weer dacht aan de tijd dat ik uit de horeca kwam, snap je? Dit was als het ware. Het beeld van, oké, zo stonden zij 's nachts altijd, de mensen, hè? In de gracht stonden ze te pissen, maar dit is dus het beeld van de brug en het beeld, maar voor mij, hè, de pissende kroegganger. Ramen. Blijf observeren. Blijf observeren van wat er gebeurt. Er gebeurt zoveel om je heen. En dat is het mooie van straatfotografie. Iedereen heeft zijn telefoon in zijn hand. Iedereen is maar bezig met zijn mobieltje. Men kijkt niet meer om zich heen. En als je een camera in je hand hebt, je gaat straatfotografie doen. En je gaat met mij mee en we gaan de masterclass straatfotografie doen. Dan ga je heel anders kijken. Je ziet je stad waar je woont, zie je totaal anders. Je ziet hele andere dingen gebeuren. Dat is hetzelfde hier. Een hoedje op zo'n lamp. Wat gebeurt er eigenlijk? Ja, ik vind dat gaaf. Gebruik je nog verschillende filters? Wel of geen reflecties? Nee. Geen ND-filters of wat dan ook. Van mij mag er echt wel imperfectie in zitten. Want dan ben ik als het ware, Vincent, te veel bezig met draaien en te veel bezig met mijn camera. Dus, en vandaag de dag, weet je, met die camera's. Je kan zoveel stops weer terugdraaien. En voor mij mag er wel reflectie in zitten. Hè, wat gebeurt? Want juist de reflectie in het raam vertelt juist heel veel. Dat er weer een auto voorbij rijdt. Of er gebeurt weer, vertelt weer heel veel in zo'n raam van de andere kant van de stad. Vind ik heel leuk. Ja.
Even kijken. Maar sta je dan bij zo'n parkeermeter te wachten? Nee hoor, gewoon langslopen en gewoon fotograferen. Ja, ja, ja. Maar soms sta ik ook wel op een bepaalde plek, Ronald, om te wachten als iemand langsloopt. Want het is wel een hele goeie van je, want mensen zijn kuddedieren, snap je? Die hebben een bepaald olifantpaadje, dus die kunnen ook wat doen. Dus het had ook gekund dat ik daar sta te wachten dat iemand er naartoe komt. Dit was een lucky shot, snap je? Maar soms kan je wachten dat mensen iets doen. Hè, bij een febo, als je mensen de eten en mensen wil hebben, dat ze hun klepje open doen, dat je er doorheen wil fotograferen, dat ze de hamburger pakken of wat dan ook, snap je? Dus dat kan ook allemaal. Hier komt binnenkort op YouTube, met Sony ben ik straatfotografie aan het doen in Eindhoven. Dan ben ik aan het lopen, loop ik langs een restaurant en toen zag ik de eigenaar van een restaurant, zag ik, ja. Toen zag ik die man, toen dacht ik, oh hemel, die man moet ik portretteren, terwijl ik straatfotografie aan het doen ben. Dus ik loop naar binnen toe en ik ga een gesprek met hem aan. Dus hier vraag ik wel aan diegene van, mag ik je portretteren? Ik ga een gesprek met hem aan en kijk eens, dit is een portret. Ja, dus op straat bezig zijn is je kansen pakken. Kansen pakken, observeren, kansen pakken. Ja? Mensen uitnodigen voor in je studio, creatief zijn, op je smoel gaan. Misschien helemaal geen foto maken, misschien maar één foto maken. Maar dat vind ik het leuke ervan, inspiratie opdoen. Hier ben ik in Eindhoven, zo loop ik dan rond. En je ziet het, allemaal mensen, allemaal om me heen, heel veel inspiratie. Ja, en ik sta gewoon voor ze. En ik ga gewoon foto's maken. Ja, geen probleem. Humor in de foto. Ja, heel belangrijk. Voor mij is humor heel erg belangrijk. Heb je nog voorkeur van een stad, Tony? Tony Enkhoorn. Nee hoor, absoluut niet. Wat ik mooi van Rotterdam vind, is dan zeg maar een hele andere stad qua architectuur. Stockholm, ik vind een stad waar je geen straatfotografie mag doen. Dus Stockholm volgens mij juist weer leuk om te doen. Kijk, landen, als je in India bent, heb je alweer, sta je 10-0 voor, omdat die mensen uit India er zo mooi uitzien, snap je? Dus dat vind ik al jammer. Ik hou wel van een beetje grauwheid en een beetje desolatenheid en dat soort dingen allemaal, snap je? Dus ik vind het wel gaaf om bepaalde plekken op te zoeken die er niet zo mooi uitzien. Dus dat vind ik wel gaaf. Kijk, New York is ook gaaf voor straatfotografie. Maar dan sta je ook weer 8-0 voor, omdat je in New York bent, snap je? Dus echt een voorkeur heb ik niet. Wat ook een hele mooie stad moet zijn om te fotograferen voor straatfotografie is Luik. Heb ik gehoord. Ik ben er nog zelf niet geweest, maar dat is ook weer meer architectuur. Maar in Nederland, geen voorkeur. Rotterdam, Alkmaar, Utrecht, ook weer mooi met grachtjes en dat soort dingen. Maar je moet er zelf wat van maken. Kijk, hier deze foto. En kijk, dit is het resultaat. Snap je? Dus je kan van alles doen, snap je? Ik vind dit ook weer mooi. Dat stopteken en dan dat vrouwtje die zo staat met een gezicht. En dat rood erin en die gloeilamp. Het geeft gewoon wat. Het is gewoon puur een gevoelskwestie. Oké? Het fijne, goede van Brandon is dat hij altijd zichzelf blijft in eerste. Zijn fotografie is zijn passie en dit wil hij delen. Nogmaals, een workshop met Brandon is zeer de moeite waard. Nou, dankjewel. Dat krijg ik dan te horen. Vind ik heel lief van je, Garmt. Ik probeer dat altijd te zijn, mezelf. Dus ik hoop dat ook naar jullie uit te stralen. Ik bedoel, ik blijf gewoon een normale jongen. Tijdens de corona heb ik ook straatfotografie gedaan. Ja, en dat, die leegheid, snap je? Ben ik juist op het moment gaan fotograferen. Wanneer het druk was. Dus in de spitsuren ben ik gaan fotograferen wat normaal gesproken heel erg druk was. En dan krijg je ook weer een bepaald gevoel. Hè? Parkeergarages die normaal helemaal vol waren. Hè? Je ziet het ook van qua hier zo. Kanaalkade wat normaal gesproken helemaal vol was. Deze vind ik echt helemaal geweldig. Dus de McDonald's. En er staat die prullenbak. Staat achter dat hek. Ik vind het een soort poppetje. Die staat te roepen van hallo, jullie zijn mij vergeten. Snap je? Ja, ik heb een hele gekke fantasie. En dat vind ik gewoon heel erg gaaf. Hij roept als het ware, mag ik naar jullie toe? En dat vind ik het leuke van de straat. Gekke standpunten nemen op straat. Hè? Kranten in een lege straat. En dan komt het over, hè? Dan hebben we het over respect.
ik zou nooit mensen die, zeg maar, die aangereden zijn, die zeg maar onder een bus zitten, onder een bus liggen, of een ongeluk, of ellende fotograferen. Maar kijk eens wat er gebeurt als je alleen dit ziet. Dit vertelt meer het verhaal dan wat je ziet. Dus je mag meer aan de verbeelding overlaten, snap je? Hier ben ik gaan wachten. Ik kreeg net te horen van, sta je dan te wachten bij die parkeerautomaat? Nou, hier heb ik staan wachten. Hier heb ik een kwartier staan wachten bij dat rode lint. Want ik wist dat er wat ging gebeuren. Ik wou een kader in kader maken. Dus die twee politieagenten kwamen bij elkaar in die ene tilt hem op. En ik kreeg precies dat ene hoofd kreeg ik daarin. En toen maakte ik die foto en toen dacht ik, ja, nu heb ik het. Snap je? Dus ook dat is weer investeren. En dit is een kwartier wachten. En deze foto is weer een secondewerk. Iemand die op zijn scootertje zit te zonnen in het begin van de lente, snap je? Dit is ook weer secondewerk. Kijk, hij zoekt zijn vleugeltjes. Kijk naar die bushalte en dan zie je die vleugeltjes die eigenlijk om zijn schouders zouden moeten hangen. Hè? Hij wil omhoog, maar hij mist zijn vleugeltjes. Dus je kan maar zoeken. Hier ook beeld in beeld, wachten. Hier heb ik wel weer lang gewacht. Van wachten dat er iemand langs loopt. Nou, zij heeft bijna precies hetzelfde kopje. Dit is prachtig voor mij, snap je? Ik vind dit geweldig. Het gaat zo de zus kunnen zijn. Ze doet het brilletje of ze heeft hetzelfde kapsel. Maar ze loopt weg. Ze kijkt bijna hetzelfde. Snap je? Het is, en dit is investeren. Echt investeren. Dus hier in Duitsland, humor. Ik lees het net hè, van Ronald van Koten. Humor ligt op straat. Absoluut. En daar word ik zo blij van. Je loopt hier in Berlijn op straat en hij staat net met zijn kopje naar buiten met zijn vriendin. En hij is, voor mij is het gevoel dat hij met zijn vriendin hier staat en hij is er zat gewoon. Ze lulde de oren van zijn kop af, snap je? Nou, hij heeft die kop eraf gehaald, snap je? Ik bedoel, het is zelf een interpretatie geven. Je kan jezelf opdrachten geven van mensen die eten. Nou, ze zien er echt niet mooi uit hoor, als eten. Hè? En je weet dat ze een hap gaan nemen, dus je kan wachten dat ze de volgende hap nemen. Kijk eens hier al. En weer een hap nemen. Kijk wat een humor. Drie vriendinnen hebben op dezelfde tijd het ijsje gekocht. He, ik loop als een soort hyena om ze heen om die foto te maken. En wacht dat ze tegelijk die hap nemen. Ja, die ene heeft zijn ijsje al op. Kijk, die achterste, die heeft het ijsje nog ineens, die moet nog beginnen. Snap je dus? Je kan door blijven gaan. En dat vind ik het leuk van straatfotografie. Dit is secondewerk. En die open die maar wacht van, je moet me een tip geven. Dus allemaal dat soort dingen kan je zelf geven. Gebruik je avondfoto in groot diafragma vanwege ontscherpte of neem je aan dat je geen flitser hebt. Ik neem geen flitser, Jolanda. Nee, geen flitser. Nee. 2.8, 5.6 en anders de ISO omhoog. Dus hangt er vanaf wat ik erachter zet. Maar een 2.8... En als het 1.4 is, het maakt het spannend. Het gaat erom wat wil ik vertellen en wat wil ik laten zien. En anders schoot ik mijn ISO omhoog. Ja? Maar mooi kan zijn gewoon een groot diafragma. Nou, we hebben nog een paar minuten. Ik tik hem er even doorheen. Telefonerende mensen. Daar heb ik een hele serie van gemaakt. Ik geloof wel een paar duizend foto's van mensen die aan het telefoneren zijn. Ja? Ik kon recht voor ze staan. Ja? Dus je ziet veel zwart-wit. Zeker voor straatfotografie vind ik het fijn zwart-wit. Maar soms moet je dingen in kleur fotograferen. Nou, kijk hier. Dat is deze. Dat is in Berlijn. Daar zijn ze serieus mee bezig geweest. En er zijn allemaal verkeersborden. Dat is ook weer humor. De ene dag komt Hendrik. Of Hendrik komt een bord ophangen. En dan komt Wilhelm komt erna en die plakt hem af. En dan komt Hendrik weer hetzelfde bord ophangen. En die plakt hem weer boven. En die wordt weer afgeplakt. En zo zie je maar hoe de bureaucratie daar is. Er zijn dezelfde borden, die worden gewoon afgeplakt en weer opgehangen. En dan komt er een ladder komt erbij. En dit is wat ik bedoel als je straatfotografie doet. Je gaat dingen zien die je normaal gesproken niet ziet, want dan loop je er voorbij. Je bent bezig met op weg gaan naar een bestemming. Ja? Of je bent bezig met een telefoon, of je zit in je auto, of je doet iets anders. Je bent met iemand anders in gesprek. Als je straatfotografie hebt,
dan ben je aan het observeren en dan zie je dingen die je normaal gesproken niet ziet. En dat vind ik het mooie van straatfotografie. En daarom laat ik je ook deze foto zien, dat je veel meer bezig kan zijn met observeren. Ook hier, creatief zijn. Ja? Ja? Dus lange sluitertijd, in- en uitzoomen. Ook kleurrijk kan zijn, dus met het Light Festival. Dus je hebt veel meer en veel meer opties. Ik heb nog 4 minuten de tijd. Ik heb 2 uur lang lopen kletsen naar jullie. Jullie hebben nu nog kans om heel snel wat vragen te stellen. En die wil ik graag beantwoorden. Het mag over portret zijn. En het mag over straatfotografie zijn. Dus nu heb je de kans dat ik nog heel snel kan antwoorden. En dat ga ik nu doen. Ik hoop dat jullie de presentatie mooi hebben gevonden. Ik heb met heel veel liefde heb ik het voor jullie gedaan. Ja? Ik heb in ieder geval genoten. Ik vind dat jullie heel veel mooie vragen hebben gesteld. Jullie mogen me altijd een DM'tje sturen op Instagram. Volg me wel eventjes. Vind ik leuk. Ja? Kijk eventjes bij camera nu wanneer ik weer masterclasses heb. Kijk even in de agenda. Dus... erg leuk. Even kijken. Je hebt ook wel eens de mogelijkheid om een camera in silence mode te zetten. Doe je dat ook? Nee. Wat, weet je wat het is? Dan weet ik niet wanneer ik hem af heb geklikt. Dan heb ik weer 100 foto's gemaakt met mijn ADHD. En dan weet ik niet of ik hem nou heb gemaakt. Ik moet een klikje horen. En dan ben ik nog die fotograaf. Dus ik moet tik horen. Yes? Bij meerdere personen, bij zoals de ijsberende vrouw, waar stel je dan op scherp? Op de midden, op het midden. Dus ik heb daar op een, hoe heet het? Kijk, als ik hem hier pak, ja, pak ik het middelste en ik heb een groot diafragma. Ik geloof zelf dat ik hier op F8 heb geschoten. Snap je? Dus ik heb daadwerkelijk, en daarom is die manual, die M-stand is zo belangrijk. En dat ik in mijn, hoe heet dat, in mijn viewfinder kijk en dat ik weet wat ik doe. Dat ik als een hyena om me heen loop, ik weet dat ik die 3 tegelijk wil pakken, Jolanda. Dus dan ga ik daar ook mijn instelling doen. Dus daar ben ik heel snel in. Het is heel snel, ja. Kan je nog even het kleine cameraatje noemen? Ja hoor, deze. Het is de A6400 van Sony. Of ik heb hier zo'n RX100. Ook van Sony, erg klein. Heel erg fijn. Of ik doe met die Xperia. Doe ik Sony Xperia. Maar die Sony is heel erg fijn. Die is die RX100 serie. Erg gaaf. Of de A... En dan heb je verwisselbare lenzen. Die is heel fijn. Tips en tricks. Pak hem hier beet. Als je iemand van de zijkant wil fotograferen, doe je zo. Aan profiel. Niet kijken naar diegene. Zo. Doe je zo. Kijk je recht van voren. Niet aankijken. Als ik jou wil fotograferen, je komt aanlopen. Doe ik zo. Ja. Kijk zo en doe ik zo. En dan ben ik nu aan het fotograferen. Heb ik je niet in de gaten. Maak geen oogcontact. Oké. Nog 1 minuut. Superleuk, Brendan. Jurgen, kwam dit toevallig tegen en gelijk blijven hangen. Super interessant. Ik heb het heel graag voor je gedaan, Jurgen. Heel erg bedankt voor vanavond en het delen van je fantastische foto's. Heel lief van jullie. Ik heb het heel graag gedaan. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel geluk in je fotografie. Ga alsjeblieft fouten maken. Ja? En geniet. Maar sta elke keer weer op en ga door met fotografie. Zo ben ik er ook gekomen. Mijn succes... is niet door succes gekomen, is door heel veel fouten maken. En ik wil elke dag weer fouten maken om te leren. Want daar geniet ik van. Yes? Oké. Dus geniet ze. Alle vrienden die ik al ken en nieuwe vrienden. Hopelijk dat we in contact blijven en maak er een heel mooi weekend van. Ja? Ik wens je heel veel liefde en gezondheid toe. En heel veel fotoplezier. Blijf fotograferen. Yes?